Oké, maandelijkse cashflow. Onderaan de streep hou ik in ieder geval 5.000 netto over. Ja. Bovenaan de streep is dat ongeveer een 8 tot 9 gemiddeld. Waar vooral de 15 december tot 15 januari periode echt het cashperiode is. Dus dan gaat deze villa voor 700 tot 1100 euro per nacht. Oké, jongens, welkom bij een nieuwe podcast van de Real Estate Masterclass. Vandaag zijn wij speciaal uitgenodigd naar Bali door Wanner. Ja. Dus als eerst bedankt daarvoor. Geen probleem. Ja, ze verwachten jouw mooie villa, dus dat is echt top. En vandaag gaan we het eigenlijk hebben over best wel een hot topic op het gebied van investeren in vastgoed. En dat is in Bali. Want de rendementen zijn hier kennelijk heel goed. Zeker. Daar ga jij ons alles over vertellen. We zijn ook vandaag bij een van jouw projecten geweest, waar we wat beelden ook zullen laten zien. Super interessant. Maar misschien kan jij eerst even kort uitleggen wat je doet. Ja, geen probleem. Ik ben Wanner, ik ben 23 jaar. Ik hou letterlijk heel mijn leven lang al bezig met YouTube. Mijn eerste filmpjes heb ik gemaakt toen ik 6 jaar was. Door boeken op elkaar te stapelen. Ja. Daar een camera, een camcorder op neer te zetten. En dan gewoon proberen heel slecht Engels te spreken. En dat is eigenlijk hoe ik ben begonnen met YouTube. Uiteindelijk is het natuurlijk gewoon in de loop van de jaren gewoon een hobby geworden. Nooit geld mee verdiend totdat het uiteindelijk op YouTube je geld kon verdienen. Want dat kon in het begin helemaal niet. Okay. En eigenlijk vanuit daar helemaal meegegroeid. Naar echt gewoon een hele business eruit te bouwen. En nu doe ik het hele bekende term YouTube automation doe ik. Alleen dat doe ik nu op gewoon een hele grote schaal. En dat verdient gewoon heel goed. En je zegt, je bent er heel vroeg mee begonnen. Op welke leeftijd ben je ermee gestart? 6 jaar. Op 6 jaar? Ik was 6 jaar. Maar ben je toen begonnen met YouTube kijken of ook echt al meteen? Echt met filmen. Dat was echt toen ik de boeken ging stapelen. Toen ik begon met filmen. Toen was het echt van, hey everyone, welcome to my RuneScape Money Making Guide. En dat was hoe ik begon. Dat was mijn eerste Engels. Ik keek filmpjes. En toen dacht ik van, oh, dit kan ik zelf ook maken. En dan krijg ik views. Dat vond ik leuk. Okay. En daar was ik super blij mee. En van welk moment ben je er echt een business van? Op welk moment kon je er echt van leven? Ik kon er echt van leven toen ik 15 was. Okay. Dus ook nog steeds heel vroeg. Maar toen zat ik over de 3K plus per maand. En het was nog steeds met hetzelfde concept met YouTube. Want misschien kan je het concept uitleggen voor de mensen. Okay. Het concept van YouTube automatie is eigenlijk het publiceren of het laten maken van content zonder je eigen gezicht erbij. Door middel van een stem of wat ik ook soms doe met geluiden in verband met ASMR. Om daar dus content omheen te creëren. En andere mensen in te huren om voor jou te werken. Waardoor je dus digitaal vastgoed maakt. Mm-hmm. En hoe meer zaadjes jij plant, hoe meer assets jij hebt, hoe meer dat gaat genereren. En als je dat al 10 jaar doet, dan heb je heel veel assets wat heel veel gaat genereren. En dat is eigenlijk gewoon het kenmerk van YouTube automatie. Dus YouTube is eigenlijk het enige platform qua social media platforms waar je zeg maar In de loop der jaren continu views blijft krijgen. Ja, maar moet ik ook zeggen, steeds meer platformen beginnen erbij te komen. Bijvoorbeeld Facebook is ook een platform waarmee we geld verdienen. Dus soms doen wij de content transformeren wat echt vuil gaat. Dus 19-20-1080, hetzelfde formaat als zeg maar deze podcast, doen we dan 1080-1080. Dat is voornamelijk het formaat voor Facebook. En dan posten we het ook op Facebook. En dan, dat genereert ook niet heel veel. Mm-hmm. Toch 1000 of 3 tot 5 per maand erbij. Ja, ik denk dat nog niet heel veel mensen doorhebben hoeveel geld je ermee kan verdienen. Ja. Kan je eens wat aantallen noemen, gewoon qua omzet of qua inkomsten wat jij verdient? Ja, ik heb wel een leuk feitje, omdat mijn moeder ook afgelopen week de administratie heeft gedaan. We hebben afgelopen jaar letterlijk 1.040.000 euro netto opgebracht met YouTube automatie vorig jaar. Dus dat is wel echt krankzinnig. Dat is niet mis, Dat is niet mis, daar komt een mooie villa van. Maar ik denk nog steeds dat echt voor de, ik noem het niet voor de mensen die niet per se een online business hebben, dat het nog steeds een beetje vaag is. Ik snap het en online ondernemer misschien ook. Maar hoe kan je geld verdienen met YouTube automatie? Je verdient dus geld heel simpelweg doordat jij video's post en andere mensen krijgen advertenties te zien. Op basis van die advertenties krijg jij dus een percentage betaald. YouTube regelt de adverteerders en die zorgen gewoon voor dat jij betaald krijgt. Jij krijgt dan 55% van de inkomsten. YouTube neemt 45%. En dat is dan dus ook het verschil. Dat is een ingewikkelde term. Voor de mensen die misschien beginnen, is dan CPM en RPM. CPM is kost per mille. En dat is dus hoeveel de adverteerders betalen aan YouTube. En RPM is dus hoeveel jij overhoudt wat daadwerkelijk dus een advertentie te zien krijgt. Want het is natuurlijk ook niet altijd zo dat je een advertentie te zien krijgt. Of je hebt bijvoorbeeld al eentje gekeken, of je hebt een adblocker aanstaan. Dan zie je de advertentie niet. Nee, precies. Dus daarin zit dan wel het verschil qua inkomen. Vandaar dat die twee best wel belangrijke factoren zijn in het hele YouTube gebeuren. Maar eigenlijk krijg je gewoon, 95% van de tijd krijg je betaald door advertenties. En dan 5% van mijn gedeelte is of affiliate marketing of bijvoorbeeld product placement. Dus gewoon een promotie, een NordVPN bijvoorbeeld. Dat kan soms nog wel eens een keer leuk zijn als je een goede promotie krijgt.
Ja, ik zag toevallig ook dat die podcast... lotgenoten, ook heel veel affiliate deals. Ja, ja, die doen heel veel affiliate deals. Ja, ja, klopt, ja. Oké, okay, dus dat is ook een mooie manier om geld te verdienen. Ja. Eigenlijk kan je toch ook een beetje vergelijken met... het is jouw rol, nou, net zoals bijvoorbeeld Enzo Knol of Gio... of gewoon de grote YouTubers. Ja. Die verdienen ook eigenlijk op die manier geld. Ja. Alleen zij hebben hun gezicht eraan gebonden. Klopt. En jij hebt allemaal kanalen... waarbij de mensen geen idee hebben wie erachter zit, ja, als het ware. Precies, ja, ja, dat vind ik heel lekker. Ja. In wat voor niche zit jij? Ik zit vooral in ASMR. Ja. Daar ben ik best open in de ASMR en ik zit in storytelling. Dat zijn mijn twee grote niches. Waarom zit ik daarin? Omdat de kijktijd van dit soort categorieën heel lang zijn. Maar ik denk ASMR, als ik dat vertel, mijn vriendinnen zitten. Ja, nee, wat is heel dat? Weinig mensen weten wat ja, het is. ASMR ja, ASMR is eigenlijk gewoon geluiden. Dus dat kan van alles zijn. Ik ga niet precies zeggen overal waar ik in zit. Maar eigenlijk gewoon heel veel met tingeling geluiden. Bijvoorbeeld een van de dingen die ik wel heb gezegd ook op Instagram, waar ik vroeger heel veel geld mee heb verdiend. Wat nu weer aan het stijgen is. We hebben nu weer een kanaal dat €150 per dag zit. En dat is bijvoorbeeld soap ASMR. Ik heb met het snijden van zeepvideo's bijna €1 miljoen verdiend. Dat klinkt krankzinnig. We hebben bijna een miljard weergaves op één kanaal. En dat is gewoon alleen maar een zeepblok met cubejes erin snijden. Die stop je in de vriezer. En dan 2 weken tot 4 weken later dan ga je ze snijden. Dan hoor je dus... Ja, je ziet ze ook wel, toch? Met die hele blokjes. Ja, die hele blokjes en de dingetjes. Video's. En alle satisfying. Ja, daar zit ik vooral in. Dus dat is ook echt wel mijn niche. Waar ik op focus. En dus ook telkens probeer betere content te maken. Oké, okay. En we gaan het zo hebben over vastgoed in Bali. Want ik denk de meeste volgers van ons die zijn daar heel erg geïnteresseerd. Omdat ja, nu ook precies. In Nederland, Hugo de Jong, Box 3, zijn best wel wat wijzigingen, zeg ja, maar. Ja, daar hebben we het ook over gehad. Ja. En veel mensen gaan naar Spanje, maar ook heel veel mensen gaan naar Bali. Vooral qua investering, omdat je volgens mij een hele korte tijd ook je investering kan terugverdienen. Klopt, heel snel. Maar ik ben met het YouTube, en dan heb ik nog één vraag. Want hoe kom je dan, het is best wel een gekke niche, dat zeep snijden. Ja. Hoe is dat, hoezo ben je daar opeens ingedoken dan? Of... Gewoon random zien. Je kijkt gewoon naar content op YouTube, wat je ziet. En mijn doel is gewoon van, hey, luister, welke content kan ik beter maken dan de andere? Waar gewoon veel volume in zit. Dus als iets gewoon bewezen is om veel te bekeken. Ik zag toen ik de tijd zag ik één filmpje, was 12 miljoen keer bekeken in 4 maanden tijd of zo. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, en dat was een uur lange video. En dan denk ik, nou oké, dat verdient dus minimaal $4 of zo. Dus dat is $50.000 in 4 maanden. Ja, ik ga dan gewoon mensen contacteren van, hey, luister, kan je dit maken, kan je dit maken, kan je dit maken? Op een gegeven moment vind je iemand en dan ga je aan de slag. En dan produceer je het zelf, ja, en dan ga je steeds meer verdienen. En ben je ook begonnen gewoon thuis in de zolderkamertje bij mijn moeder. Met echt het zelf produceren van... Nee, niet zelf produceren. Dit heb ik wel echt uitbesteed. Okay. Anders moet je een hele extrice vol gaan gooien met zeep. Dus dat ziet er wel grappig uit. Ik heb er ook wel ergens een foto van volgens mij, dus dat is wel leuk. Oké, okay. Dus, en je doet het al sinds je 6e en op een gegeven moment vanaf je 15e ben je er geld mee gaan verdienen. Ja, klopt. Vanaf welk punt ben je echt, broei, afgelopen jaar heb je dan 1,1 mee verdiend, geloof ik, zei je? Ja, 1.040.000. 1 miljoen, dat is bijna een ton per maand met YouTube Automation. Ja. Maar vanaf welk punt ben je echt naar dat niveau gestegen? Ik ben vooral naar dat niveau gestegen toen ik dus achter Satisfying kwam. En dat was in 2019, 2020. Okay. En dat was dan met een kanaal genaamd Oddly Satisfying Videos. Dat ging heel goed, we hadden alle rechten voor de video's. We produceerden heel veel zelf. En dat kanaal ging gewoon heel snel viral. En dat waren ook ASMR dingen? Dat waren ook ASMR dingetjes. En soms ook met gewoon rustgevende achtergrond. Dus gewoon met hele mooie beeldmaterialen. Hm. En dat kanaal heeft toen de tijd in 2 jaar tijd 1,2 miljoen verdiend. Hm. Dus dat kanaal is helaas nu demonetized. Dat verdient niks meer. Maar toen de tijd heeft dat er wel voor gezorgd dat ik gewoon eigenlijk financieel vrij ben. En waarom is dat dan demonetized? Omdat wij ook toestemming vroegen aan content creators. En wij gebruikten hun content dus ook in onze video's. Wel met de rechten en de toestemmingen van. Hm. Maar daardoor kon ik gewoon heel makkelijk, heel goedkoop aan veel content komen. Hm. Kon ik langere video's maken. Omdat die langere video's beter betaald werden, gingen we dus telkens meer video's vragen. En zo hebben we dat dus uitgebreid. En dat heeft dus 1,2 miljoen opgeleverd. Precies, met van die soapbars en satisfying. Ja, soapbars, slime, satisfying, alles wat je kan bedenken. Oké, okay, cool. Dus dat is nu, laat zich de afgelopen 3 tot 4 jaar... ben je echt heel succesvol daarin met het YouTube Automation? Ja, 3 jaar. Laatste 3 jaar. Ja. En vanaf welk punt ben je dan je geld gaan herinvesteren? Ik ben mijn geld gaan herinvesteren. Eigenlijk met mijn appartement. Ik heb eerst een appartement gekocht in Breda. Dat heeft heel goed gedaan. Die heb ik gekocht voor 182,5. Die heb ik toen samen met mijn vader, grotendeels mijn vader, ik moet credit geven waar het is, opgeknapt. Hebben we helemaal ingericht hoe ik het zelf wou, echt als mijn droomappartementje. Ik had daar toen volgens mij 40% of 50% gewoon in één keer ingelegd, zodat ik gelijk de hypotheek kreeg. Want ik had nog geen 3 jaar papieren. Oh, ja. Maar ik zei wel, ja, luister, ik heb gewoon genoeg geld. Ik kan hem eigenlijk bijna aftikken, maar ik wil gewoon een lening. Want de lening was heel goedkoop. Ik betaalde 1% rente voor 30 jaar vast. 1% rente. Ja.
Dus dat waren de betere tijden. Gouden tijden, ja. Dat waren de gouden tijden. Dus ik had dat gewoon helemaal staan. Uiteindelijk gewoon, ja, ik heb daar 1,5 jaar gewoond. En toen was het op een gegeven moment de pandemie begon, alles ging dicht. Nederland werd eigenlijk steeds, naar mijn mening, depressiever. Mm-hmm. Iedereen was echt op zichzelf. Mm-hmm. En toen kreeg ik het aanbod van Zakaria van, hey, luister, waarom ga je niet naar Dubai toe? Hier is alles alweer open en je kan hierheen en belastingvrij. En toen dacht ik, nou, dat is interessant. Daar wil ik meer over weten. Nou, in verdiept, met mijn ouders gezeten. Gewoon avondenlang lopen kletsen. Oké, wat zijn de gevolgen? Nou, ik race al 4 tot 6 maanden per jaar. Dus ik was al bijna nooit in Nederland. Hm. Nou, wat waren de verplichtingen? Ik moet minimaal 183 dagen buiten Nederland zijn. Ik mag niet langer dan 183 dagen in Nederland zijn. En ik dacht, nou, dat is geen probleem. Sorry dat ik ontbreek, maar is dat aan één gesloten of is dat gewoon los? Over heel het jaar heen. Je mag niet meer dan 183 dagen in één jaar in Nederland zijn. En hoe controleren ze dat? Controleren ze dat überhaupt? Ja, op het moment dat je land, paspoortcontroles, dingen, weet ik veel, camera. Dat kan van alles zijn. Ja, ja. Technisch gesproken, er zijn ook mensen die landen op België en die gaan dan gewoon met de auto de grens over. Ja, ja. Maar ja, dan heb ik nog steeds, dat is ook makkelijk achterraden, dat doe ik niet. Ik ben toch gewoon niet zoveel daar. Nee. Ik zit hier 160, 170 dagen per jaar in Bali. En voor de rest, ja, ik ben eigenlijk altijd wel een maandje of twee voor zaken in Amerika. En dan reis je nog wel rond. Ja, dan kom je nooit langer dan die 6 maanden überhaupt ergens. Nee, precies. Dus daarmee dek ik mezelf gewoon in, omdat ik nergens ben, zeg maar. Oké, dus je bent tijdens de pandemie ben je verhuisd naar Dubai? Ja. Toch? Met je business? Met je business, ja. En toen vanuit daar? Toen vanuit daar echt lopen opschalen. Want nu heb je ineens zoveel minder belasting, zoveel minder druk. Dus je kan telkens meer herinvesteren in je business. En het voordeel is, omdat alles wat je verdient ook netto is, heb ik gewoon heel snel heel veel geld op kunnen sparen. En dat heb ik dan vervolgens kunnen investeren, omdat ik ook wegging uit Nederland. Precies. Verkocht ik mijn auto's, ik verkocht mijn appartement. En dat geld heb ik dus mijn villa van gekocht, waar jullie dus nu in verblijven. Oh, dat was je eerste aankoop hier in Bali? Dat was mijn eerste aankoop hier in Bali. Oké. Dus dat was echt gouden tijd, want dat was tijdens de pandemie. Dus die heb ik echt op een goed prijsje kunnen kopen. Ja, want wij spraken met jou, ik noem het even je rechterman, Wajan. Ja. En die zei dat tijdens de pandemie, het was hier gewoon niet stil, maar gewoon leeg. Empty, het was hier echt leeg, empty, leeg, ja. Leeg. Ja, er was niks. Want hoe is die deal op jouw pad gekomen dan? Want het is een prachtige villa waar wij in zitten. Nou ja, ik was dus met vrienden en we hadden eerst een andere villa waar ik dus Wajan heb leren kennen. En toen zijn we uiteindelijk met z'n allen deze villa ingegaan tijdens de pandemie. En die hebben we met 4 mensen gedeeld, zeg maar. Ben je gewoon een Airbnb voor een langere periode? Airbnb, niet per se lange periode. Maar omdat het zo leeg was, omdat de pandemie begon. En niemand kwam meer hierheen. Alles ging dicht. En op een gegeven moment, vooral toen de quarantaines kwamen. De villa waar ik dus nu in zit, wat mijn villa is, die heb ik toen de tijd gehuurd voor 1800 per maand. Als je dat gedeeld op 4 doet, dat is niks. Dat is niks. Dat is goedkoper dan een studentenwoning in Nederland. En dan heb ik een villa met zwembad, schoonmaak, elektriciteit, alles erop en eraan. Ja. Dus ik had zoiets van, dat is niet normaal, die deal. En toen zei ik van, luister, ik vind het zo chill hier in Bali. Ik kan echt genieten van mijn leven hier. Mm-hmm. Hoe kan ik dit kopen? En dat vroeg ik dus aan de schoonmaakster, wat dus Made is. Die Leo ook heb ontmoet, wat ook een schat van een vrouw is. En mm-hmm. Die zei van, I can contact owner, I can arrange for you. En dan echt een week later kreeg ik een bericht van, ja, je mag hem kopen, 440.000. En dan zei ik, 440.000 tijdens de pandemie voor dit? Voor 23 jaar? Nee, dat doe ik niet. Niet tijdens de pandemie. Je weet niet wat er gebeurt. Mm-hmm. Dus uiteindelijk zei ik van, luister, ik heb momenteel mijn appartementen verkocht, mijn auto's verkocht. Ik heb 360.000 op de rekening staan. En dat was ook echt letterlijk een beetje mijn allerlaatste geld. Want nadat ik een villa had gekocht, had ik 4.000 euro op mijn rekening. Dus ik had niks. Mm-hmm. Ik zei, luister, ik heb 360.000, we kunnen het of rondkrijgen of niet. En toen zei ze, nee, dat kan ik niet doen, dat is echt te weinig. Toen heb ik gezegd, nou luister, als je 2 maanden wacht en we tekenen gewoon nu alvast, dan maak ik hem gewoon binnen een periode van 90 dagen over. En dan doen we 380. Dus voor 380.000 heb ik hem uiteindelijk kunnen aankopen. En dat is een van de beste deals van mijn leven geweest. Mm-hmm. Want die woning is dat nu waard? Sorry. Ja, meer dan 6 ton. Meer dan 6 ton? Ruim meer dan 6 ton. Okay. Richting de 7. Dus die woning heb je gekocht, hè, hier in Bali, voor destijds voor 380.000 euro. Ja. Ik weet dat je veel op Airbnb verhuurt. Ik weet dat je klopt. Volledig, maar dat moet je zo maar vertellen. Maar ja, is goed. Wat is dan je maandelijkse cashflow? Oké, maandelijks cashflow. Onderaan de streep hou ik in ieder geval 5.000 netto over. Ja. Bovenaan de streep is dat ongeveer een 8 tot 9 gemiddeld. Waar vooral de 15 december tot 15 januari periode echt het cashperiode is. Dus dan gaat deze villa voor 700 tot 1100 euro per nacht. Per nacht, ja? Per nacht. 700 tot 1100 per nacht. Yes. En dat verhuren we. We hebben afgelopen december voor 700 gedaan en alles was verhuurd. En zijn dat vooral langere stays? Of zijn dat nee, dat is echt kort. Want 15 december tot 15 januari is hier
de grote vakantie voor iedereen. Mm-hmm. Dus alle rijke mensen uit Jakarta, die komen allemaal naar Bali toe om hier te feesten, om hier te flexen, om hier te doen. Dan zie je hier zelfs soms gewoon over de shortcuts, zie je gewoon een Lamborghini rijden in die periode. Dat is echt super grappig. Maar dat zijn de mensen die dus echt de top villa's huren. En dus ook de onze. Mm-hmm. Omdat de locatie gewoon perfect is. Ja. Als we hier de straat uitrijden, want dat hebben we nog niet gedaan. Als we hier de straat uitrijden, binnen 300 meter zit je bij de oceaan. Ja, maar misschien is het wel leuk om te vertellen waar die villa gelegen is, hoe groot die is. De villa is gelegen in Brawa. Brawa ligt net onder Canggu. Heel veel mensen kennen Canggu als de bekendste plek. Is het ook. Maar vooral de verblijven en de grote verblijven zitten vooral in Brawa. En dat is dus net onder de shortcut. Dat is eigenlijk wat de belangrijkste term is wat er is. Onder de shortcut is allemaal recentelijk, zeg maar. Onder de shortcut, wat is dat? De shortcut is die weg die super druk was, die we net laatst hebben afgereden. Ja. Dat heet de shortcut. Okay. Het is gewoon de weg die daar doorheen gaat. Ja, dat is de weg die van Brawa naar Canggu gaat, die alleen mag toegang hebben via scooter. Ja, ja. En één weg via auto. Oké. Okay. Dus daaronder is het goede gebied? Wat is dan? Nee, dat is Brawa. Brawa is het gebied waar momenteel echt alle top ligt. En dat gaat telkens meer naar het noorden toe. Okay. Dus na Brawa heb je Canggu. En Canggu is waar, zeg maar, voor heel veel mensen die hier langer wonen, zit bijvoorbeeld alle gyms zitten in Canggu. Hier zitten heel veel van de cafeetjes zitten in Canggu. Waar we net langs reden, bijvoorbeeld de andere Kopenhagen, zit daar ook. Je hebt daar Kreet Café. Je hebt alle topplekken, zeg maar, qua restaurants, liggen in Canggu. En qua bars ook, zeg ik ook. De place to be eigenlijk. De place to be. Ja. Waar we dus de tweede villa hebben die ik heb laten zien, dat is dus in het midden van Canggu. Dat is heel goed. Mm-hmm. Toplocatie. Dan boven Canggu ga je naar Pararang. Dat is de volgende plek. Onmogelijk om uit te spreken, geloof me. Maar het volgende wat het is, je hebt dus Pararang. En daar begint dus nu alles helemaal volgebouwd te zijn. Dat is al bijna volgebouwd. Mm-hmm. Dus er komt in een jaar is alles vol. En daarna ga je een heel stuk verder weer naar boven. En dan kom je bij Semagi uit. Wat is nu de volgende up-and-coming plek is. Wat waarschijnlijk over 2 jaar wel weer vol zal zijn. Semagi. Semagi, ja. Oké. Okay. En waarom is dat een up-and-coming? Is het nog een combinatie tussen rustig en faciliteiten? Of? Ja, rustig en faciliteiten. En er zit nu nog best wel weinig. Maar je merkt ook al wel dat er sommige cafeetjes en sommige gyms al richting die kant opgaan, wat er nog maar 5 minuten rijden er vandaan is. Okay. Omdat het hier gewoon te druk wordt. En heel veel mensen die net wat langer willen verblijven, ja, die willen niet iedere keer door al die drukte heen. Ja, het en is dingen. Vrij druk, ja. Het is vrij druk op een gegeven moment. Ja, vooral mensen die hectisch zijn. Ja, het is echt druk. Het is echt druk. Dus dat is voor heel veel mensen ook weer heel prettig. En daar is het rustiger, dus zeg jij. Veel rustiger. En de prijzen zijn weer veel goedkoper. Maar hoe zit het dan? Want ik hoorde, misschien is dat helemaal veranderd hoor, in de afgelopen paar jaar. Maar ik hoorde juist dat Ubud, Kuta, dat gedeelte juist heel hip en goed en leuk was. Kuta zit echt bijna niemand meer. Dat begint langzamerhand leeg te worden. Okay. En dat is een beetje eng. Daarbuiten, Ubud is nu booming. Maar tijdens een pandemie of wat dan ook, er is niemand in Ubud. Hmm. Het was zo erg in Ubud en je hebt het vrijwel filmpje dat er is een supermarkt in Ubud die gewoon leeg stond. En die is uiteindelijk overgenomen door apen. Dus apen gingen erin zitten met bananen gooien. Ja. Dingen. Ja, dat was echt gewoon helemaal gewoon monkey acquired, zeg maar. Dat was gewoon echt apen. En het glas zat erin. Er zaten gewoon apen boven te chillen of in de schappen zagen ze te slapen. En daar rij je dan gewoon langs, maar er was niks open ook. Monkey Forest was gewoon volledig dicht. Hmm. Dus er was niks te doen in Ubud. Mm-hmm. Het was zelfs zo erg dat wij op een gegeven moment met z'n allen gingen wij iets huren in Ubud. Mm-hmm. En we moesten terugrijden naar Canggu omdat we ontbijt nodig hadden. Ja, omdat gewoon niks meer open was. Ja, want kijk, Bali is best wel een klein eiland. Als je het qua oppervlakte is voor mij net zo groot als Noord-Brabant, dacht ik. Ja, zoiets volgens mij ook, ja. Maar als ik kijk hoe ver iets rijden is, is het best wel je kan van noord naar zuid ben je gewoon wel echt een halve dag bezig, volgens mij. Noord naar zuid is 4 uur. 4, 5 uur. Vanaf hier, zeg maar, vanaf Canggu naar Lovina, wat ook een hele bekende plek is om te zwemmen met dolfijnen, is als je 's nachts rijdt, is het 3 uur. Als je overdag rijdt, is het 6 uur ongeveer. Precies. Komt dat ook dat komt door de drukte dus. Komt door de drukte, grotendeels. Okay. En maar ook scooter of auto is ook een groot verschil. Ja. Nog even terug naar je eerste file, want we hebben nog niet gehad over het rendement. Ja. Je hebt voor 3,80 gekocht. Hij is nu meer waard. Maar stel hij is het hele jaar door verhuurd. Wat is dan de gemiddelde de cashflow die je maandelijks hebt? De gemiddelde cashflow komt dan uit op ongeveer 5.000 netto per maand. Maar, okay. Dus ik verdien ongeveer 60.000 netto per jaar. Dus dan zou je de woning eigenlijk, als je het even door gaat rekenen, zou je de woning in 6 jaar hebben terugverdiend? Ja, 6 jaar, 6,5 jaar. Ja, klopt. En het is dan gewoon huurinkomsten via Airbnb, neem ik aan? Ja, alles via Airbnb.
En wat zijn dan je kosten als je hier een villa hebt op Bali? De kosten liggen in elektriciteit. Zelfs voor zo'n grote villa als wat ik heb, betaal ik 180 euro per maand aan elektriciteit. Euro? Ja, euro. Ik betaal 185 aan schoonmaak. Ik betaal, per maand? Ja, ik betaal 500 euro per maand aan manager, dus als Bojan. En dan heeft hij ook vaak nog bonus, omdat hij heel veel andere dingetjes voor me regelt. Mm-hmm. En dan heb je de tuinpersoon, en dat is ook ongeveer 185 in de maand. En dat is dan voor twee keer in de week. En dan gaan ze 2-3 uur lang alles schoonmaken. Waardoor we gewoon een mooie zwembad hebben. En je zwembad dan? Hm? Pool guy? Ja, dat is de pool guy, zeg maar. Dus dat is de pool plus garden, is dat meestal hier zo. Het is meestal niet één van de twee. Het is altijd een beetje gecombineerd. En Wayang doet ook de hele Airbnb? Wayang regelt de Airbnb, de contacten, de check-ins, airport pick-up. Ja, als mensen het willen wel. En dat is dus ook weer... Alles wat hij daarmee doet, is allemaal zijn extra inkomsten. Ja. Dus dat komt er nog bovenop zijn salaris. Dat neem ik niks van mee. Nee, precies. Dus ik zeg, dat hoef ik niet. Ik heb toch gewoon rendement op mijn villa. Als hij lekker kan leven, dan ben ik daar gewoon blij mee. Oké. Okay. En toen jij de woning kocht, want jij kocht hem, zeg maar, een bestaande villa. Hij is volgens mij wel nog gloedje nieuw. Ja, we hebben alles opnieuw geverfd en gedaan om de prijs te kunnen verhogen. Okay. We hebben gewoon overal, net zoals met YouTube, overal geoptimaliseerd om die prijzen zoveel mogelijk omhoog te krijgen. 25% van onze boekingen die komen grotendeels omdat ze graag films willen kijken. Omdat we gewoon dat filmding hebben die beamer. Met die beamer. Mm, dat is gewoon een premium future. En dan hebben mensen iets van, oh, dat is super vet. Oh, dan ga ik lekker met mijn vriendin, dan ga ik lekker in de hoek liggen, kunnen we knuffelen. En dan bestel je wat eten en dan heb je een beamer. En dat is voor mensen gelijk een hele unique selling point. Mm-hmm. Wat ga ik 80% van de villa's niet hebben. En dan zie je een foto daarvan en denken mensen, oh, dat is top. Mm. Of bijvoorbeeld voor mensen die content maken, wij hebben 175 up, 175 down. Ja, ja. Wat betekent dat jij super snel internet hebt, wat voor ondernemers weer heel erg top is. Ja. Dus mensen, ook al dat we geen maandelijkse kortingen meer doen, worden we nog steeds heel de maand door volgeboekt. En in laagseizoen? Wat is de periode? Wat is hoogseizoen? Wat is laagseizoen? Regenseizoen is laagseizoen. Droogseizoen is hoogseizoen. Okay. Dus dat is een heel makkelijk iets om te onthouden. Mm. Maar als je echt een goede investering doet en je maakt het dus voor foto's heel goed, een goede locatie en je hebt gewoon extra dingetjes die je provide. Wij hebben over heel het jaar, en dat is even inclusief dat ik er zelf zit, maar ook al zou je het helft van het jaar pakken dat ik het verhuur, zijn wij 97% van de tijd verhuurd. 97%. Ja, het is echt hot, hè? Het is echt hot. Het is echt, En soms moeten wij zelfs een dag vrij plannen, omdat er dan gewoon iets gedaan moet worden. Anders zou het gewoon permanent verhuurd zijn. Ja. Dat is hoe bizar het is. Dus bijvoorbeeld als airco kapot is, ja, dan kan je niet iemand over hebben zitten. Nee. Want dan mis je een kamer, dus dat moet gelijk opgelost worden. Mm-hmm. Ja, precies. Hey, en hoe zit het dan met de hele regelgeving met Airbnb? Want in Nederland is dat heel strak geregeld. Ja, klopt. Hier is dat helemaal niet? Helemaal niet. Helemaal niks. Ik kan doen en laten wat je geen wil. Geen limieten aan het aantal dagen, geen limieten aan... Okay. En ook qua permit, qua overheid, qua... Ja, qua permit moet je wel goed zitten. Okay. Je moet je dus wel ingeschreven staan, je moet je villa registreren. Want je moet 10% toeristenbelasting betalen over de inkomsten. Dus vanuit zeg maar, de 360 per nacht die wij vragen, gaat 36 dus daarbovenop. En dat gaat dus richting de overheid heen. Ja. En ja, buiten dat heb je eigenlijk helemaal niks aan kosten, behalve wat ik net opnoemde voor de schoonmaak, de manager... En de pool guy. Maar op een gegeven moment, als ik daar dus de tweede villa heb... of ik heb de derde villa... dat kunnen splitten. Ze nog steeds gewoon daarmee doen. Dus ik hoef daar niet extra voor te gaan betalen. Nee, precies. Dus wat jij zei, voor die 500 qua beheer elke maand... Ja. Dat kan ook, hij kan ook vier villa's beheren voor jou. Ja, dus precies. Dan kan je die kosten weer reduceren. Dan kan ik die kosten weer realiseren. Dus wordt nog goedkoper, wordt mijn rendement nog hoger. Precies. Dus mijn rendement kan alleen nog maar omhoog gaan vanuit hier. En dat was benieuwd, want dat vroeg ik net van... Je hebt dus die woning overgekocht, ja. Bestaande woning. Ja. Hoe ziet het... Want ik weet niet, veel mensen weten dat denk ik niet, maar je kan hier in Bali niet iets kopen. De grond is van jou, het is een soort van erfpacht. Kan je dat even toelichten? Ja, je hebt zeg maar, voor de erfpacht zijn er twee dingen. Je hebt freehold en je hebt leasehold. Mm-hmm. Freehold betekent eigenlijk dat je het op de naam zet van iemand die hier woont. En jij betaalt gewoon 1% commissie eroverheen, over heel het bedrag heen. En op het moment dat je verkoopt, betaal je 1% commissie. Dat is de normale standaardregels. Maar dan is het not your property. Het staat nooit in jouw naam. Nee. Wat betekent als die persoon komt te overlijden, dan ben jij toch wel echt de lul. Ja. En daar zitten meer ogen en hoeken aan. Er zijn bedrijven die het kunnen regelen en kunnen doen. Ik hou daar niet van. Ik zeg altijd van luister, aan het einde van de dag, ik wil goed kunnen slapen. Ik wil geen gezeik. Maar als die persoon overlijdt, dan dat kan je niet contractueel opnemen dat dan alsnog... Maar jij mag het niet in bezit hebben. Nee, precies. Maar dan als iemand overlijdt, wat is dan het proces? Gaat dat dan naar zijn familielid, zijn dat vrouw? Dat ligt aan jouw contract daarmee en de regelgeving eromheen en wat daarin mogelijk is. Dat is een pad die ik zelf niet heb bewandeld. Omdat ik zelf gewoon liever dingen in mijn naam heb staan. Ja, ja. Dus dat zit gewoon op een leasehold. Dus als een periode van meestal is het 25 of 30 jaar dat die villa van mij is. In dit geval 25 jaar. En daarna is die niet meer van mij. Maar het grappige is, het gebouw is wel van mij.
maar de villa niet. En dat klinkt heel raar, maar dat komt omdat het op zijn grond staat. De grond is niet van mij, het is gewoon een overeenkomst. En een villa-overeenkomst, dus mocht je een villa kopen, gaat dat in 3 delen. Dat is namelijk jouw furniture, wordt losgerekend. Want over furniture hoef je geen belasting te betalen. Okay. Dus als je furniture voor 80.000 bijvoorbeeld in je woning hebt staan, en het is 380, dan betaal je nog maar belasting over die 3 ton. Aha. En die 3 ton is dus 1 stuk van het geld is voor het gebouw, en 1 stuk van het geld is dan voor het land. En dat zijn dus 3 contracten die vastgelegd worden voordat jij de volledige eigendom hebt. Okay, dus dan heb je voor 25 tot 30 jaar heb je dan, ben je eigenaar van de grond. Ja. En daarna komt er gewoon een bulldozer en is het weer voor sale? Nee, meestal verleng je gewoon de grond daarna weer op basis van de market rate. Ja. Dus nu, dat was tijdens de pandemie. Ik heb voor bijvoorbeeld mijn stuk grond voor 22 miljoen per ar per jaar gekocht. Ja. Dat is even heel ingewikkeld. Dat is zeg maar €1300 per jaar per ar. Ja. De villa waar we nu in zitten is 4,7 ar. Een ar is een hectare? Een hectare, 100 vierkante meter. Oké. Okay. Dus dit is 470 vierkante meter waar ik nu in zit. Mm-hmm. 4,7 hectare. Dus dan is dat zeg maar 22 miljoen of zeg maar voor €1250. Precies weet ik even niet. €1250 per ar. Dus dat doe je dan keer 4,5. Dus dan kom je uit op ongeveer 5000, zeg maar, pak even makkelijk €6000 per jaar. Keer 25 jaar. Dat is wat ik voor heb betaald. Mm. Leuk is, het is nu meer dan dubbel. Dus dat hele rendement wat ik over die 23 jaar heb, die leasehold nog van mij is nu. Mm-hmm. Dat rendement, als ik het dus nu verkoop, heb ik daar dus gewoon dubbel het winst op. En dat heeft er dus voor gezorgd dat die waarde zo omhoog is. En als je dat nu verkoopt, dat is wel interessant. Als je dat niet verkoopt, dan moet dus de grondeigenaar moet weer een nieuw contract aangaan met de nieuwe koper. We kunnen de leasehold contract van ons is zeg maar transferable. Okay. Dus die kan gewoon overgezet worden naar een andere naam. Dus als ik met jou een contract teken van, hey, luister, mijn 23 jaar schrijf ik nu over naar jou toe, is het klaar. Heb ik niet zijn toestemming voor nodig. Maar ik kan me dan voorstellen dat hoe langer jij wacht, dus hoe korter die periode wordt van die lease, hoe minder interessant het is voor een nieuwe koper om die woning te kopen. Daarom meestal wat je doet, is je gaat van tevoren onderhandelen, koop je jaren bij. Dus stel voor, ik heb nu 23 jaar, stel voor, ik zit daar op 16 of zo. Ja. Dan zeg van, hey, luister, ik wil 14 jaar bijkopen. Aha. Dan heb je 30 jaar en dan verkoop je dat jaar project. Wie gaat naartoe? Naar de eigenaar van het land. En dan moet hij dat wel willen. Oh. Dan moet hij dat willen, maar als jij betaalt, dan wil hij dat. Oké, dus dit snapte ik. Ik dacht, je leased het van de overheid, maar nee, je hebt gewoon een stuk grond van een Malinees of van iemand uit Indonesië. Ja. Je leased het van hem voor 30 jaar. Ja. Dus net zoals in Amsterdam op je erfpacht, alleen dan is het van Amsterdam, van de gemeente. En dan is het nu, dus na 30, dus je kan altijd wel met diegene een beetje onderhandelen van, ik wil nog 10 jaar bijkopen, 15 jaar bijkopen. Precies. Maar is het ook zo dat als, stel je hebt het voor 30 jaar geleased van iemand, van een Malinees, over 30 jaar wordt het geherwaardeerd. Ja. Maar waar is het, als hij zegt, ja, die waardering is dit, en jij zegt, nou ja, de buurman heeft voor dit verkocht, wat is dit? Je hebt eigenlijk gewoon websites vanuit de overheid. Het zijn best ingewikkelde websites. Ik ken ze niet uit mijn hoofd. Dat regelt Wojan dan weer voor mij. Precies. Maar daar kan je gewoon zien wat de gemiddelde prijs is voor jouw gebied en wat realistisch is. En je hebt ook gewoon heel veel vastgoedbedrijven die gewoon zeggen van, luister, dit is 22 miljoen waard, dit is 40 miljoen waard, dit is 18 miljoen waard. Afhankelijk waar je zit. Bijvoorbeeld Canggu zit je nu toch wel tussen 35 tot 42 miljoen voor een goed stukje grond. Hmm. En dan heb je het echt richting het strand. Ja. Wat zit je dan op? Dus dan zit je op, weet ik even niet. €200.000 denk ik ongeveer. Ja, zoiets. 100, 200, okay, ja. 20.000 volgens mij uit mijn hoofd. Of 2000. Iets in die richting. 40 miljoen, 2000. Ja, 2300 of zo. Iets in die richting. Ja. In plaats van 1250. Dus dan is het dan 1000 rendement per jaar per ar. Keer 4,5. Keer, hoeveel jaar is dat? 23. Dus dat is best flink. Ja. Dus dat telt zich heel snel op. En de rendement is gewoon, de cashflow is gewoon het beste wat er is. Beter als waar dan ook ik ken. Omdat je gewoon eigenlijk permanent verhuurd bent. Je hoeft ook niet heel veel te marketen en te doen. Want mensen toch willen huren. Ja. Grotere groepen. Als je met 8 bent en je zit gedeeld door 8. En dan kost het je 15, nog geen 15 per dag. Voor zo'n villa. Ja. En dat is ideaal voor mensen die op vakantie willen. Dus jij doet het puur voor de cashflow? Ik doe het puur voor de cashflow. En dan die cashflow die bouw ik op. Uiteindelijk is dat mijn financiële buffer, om het zo maar te zeggen. Van, hey, luister, nu hoef ik niks meer. Mm-hmm. Ik ben nu financieel klaar. Ik kan niet meer kapot. Dat kan ik nu al niet meer. Maar dadelijk, als alle villa's af zijn, helemaal niet meer. Want dan heb ik gewoon €15.000 plus. Netto cashflow. Oké, dus je hebt je eerste woning. Ja, nou, daar slapen wij. Prachtig mooie woning. Goed gekocht, goed rendement. Ja. De tweede villa die gebouwd wordt, zijn we vandaag ook geweest bij het stuk grond? Ja, daar zijn we wel geweest. Ja. Daar, wat heb je daarvoor betaald? Voor de grond en voor het bouwen van de villa? Ik heb voor de grond heb ik €116.000 betaald. Ja. Dat is nu ongeveer €180.000 waard. Het bouwen van de villa kost €140.000. Sorry.
En dan komt er nog ongeveer 40% bovenop. 30% van de kosten van de woning is bedoeld voor de furniture. Dus alles wat jij eromheen ziet, een lamp, alles, is 30%. Dus van de 140.000, 30% is 52.000. Komt er aan bovenop. Dat is je badkuip, je douche, je keuken, de stoelen, tafels, kussens. Alles wat je kan bedenken om vol te gooien. Ook airco's bijvoorbeeld. Al dat is furniture. Mm-hmm. En wie regelt dat? Is dat, dat regelt de contractor ook in dit geval. Heel veel van de bedrijven en de mensen die het hier regelen hebben overal connecties weer mee. En die verkopen ze gewoon heel goedkoop over. Naar jou toe, van luister, je hebt de connectie, regel het maar. Precies. En zijn dat dan pakketten die je, gewoon furniture pakketten die je kan afnemen? Of kan je dat helemaal zelf customizen? Stel je doet. Okay. Dus je hebt bepaalde fabrieken. Dus bijvoorbeeld een hele grote partij is bijvoorbeeld Bali Texture. Die heeft gewoon zijn eigen fabriek met meubels. Mm. En die leveren de meubels gewoon in hun contracten bij. En daar pakken ze dan ook weer een winstmarge over. Omdat je gewoon helemaal niet naar hoeft te kijken. Wat je ziet op de foto's of wat je krijgt. Mm-hmm. Dat is gewoon heel fijn. Dus als die lamp daarachter op de grond staat, ja, dat is wat je krijgt geleverd. Dus dat is heel prettig daaraan. En dan voor dit heel vaak werken van die architectbedrijven met hun eigen designs, met hun eigen meubels. En dan kan je dat gewoon als bijkopen, zeg maar dan vanuit hun, ja. Oké, dus grond, bouwen, furniture. Grond. Wat gaat die woning kosten dan? Grond, gebouw, furniture en dan garden. En de garden is 10% van het aankoopbedrag. Okay. En het aankoopbedrag voor om alles te laten bouwen is 140.000. Ja. Daar gaat dus 30% bovenop voor alle furniture. Ja. Dus dan hebben ze 52.000 bovenop. Precies. Dus 192. 192. Nee. Maar van 140 komt nog een keer 10% bovenop. 14.000 euro. En dat is voor de tuin. Dus dat is het gras, de dingen. Kom je op 210.000 euro uit om te bouwen. Precies. Plus de 116 die ik heb gekocht. Dus kom je op 336.000. 116 plus 220. Ja. Oké, en het doel van deze woning is? Ja, hier ga ik grotendeels voornamelijk zelf in zitten. Omdat het één vlak bij mijn kantoor is die we vandaag hebben bezocht. Mm-hmm. En ten tweede, ik momenteel als ik zeg maar terug wil naar Bali toe en het is verhuurd, ik kan niet mensen eruit gooien. Nee. Anders verlies ik met de huidige woning waar je nu in zit. De huidige woning waar je nu in zit. Ja. Dus dat wil ik niet meer. Nee. En ook een voordeel is, als je het minder lang verhuurt dan 6 maanden, als ik het goed begrijp, ik ben geen helemaal expert in dit vak, is als je het niet langer verhuurt dan 6 maanden... dan hoef je het ook niet op te geven. Hm. Dus als ik bijvoorbeeld jullie willen naar Bali toe of wat dan ook, jullie hebben een villa nodig en ik ben er niet, ja, dan kan je me een appje sturen, dan maak je het geld over en dan is dat gewoon voor mij over, omdat ik het eigenlijk nooit verhuur. Het is geen verhuurbedrijf. De tweede woning. De tweede wordt echt waar ik zelf in ga zitten. Ja. Misschien dat we gewoon ergens hier een beeld of wat foto's kunnen neergooien. Dat is altijd wel leuk om voor mensen om te zien. Ja. Nee, dat is sowieso leuk. Ja, het ziet er prachtig uit. En hoe groot is de woning? Want dus dan ben je totaal 325 kwijt? Dus er zit voor de bouw 140 plus 40% is 56, dus 196 plus 116 kom je op 312 uit. 312 uit? 12.000. En dan heb je het hoeveel slaapkamer? Hoe groot is deze woning? Deze woning is 3R, dus 300 vierkante meter. Ja. 261 vierkante meter is voor de bouw. Ja. En dat heeft 3 slaapkamers, maar het heeft ook, en dat is dus weer die extra futures die we erin hebben, deze heeft een sauna plus jacuzzi. Oh ja? Okay. Ja. Oh, okay. En beneden heeft hij ook een beamer. En beneden heb je een zwembad en je hebt 2 hele mooie plekken voor Instagram foto's. Dus het is alles bij elkaar inbegrepen. Dus je gaat voor nog meer als al deze. Dat zal voor de verhuur wel goed. Ja, dus als ik het verhuur, gaat dat richting 400 euro. Oké, dus wel iets dat is, als mensen zitten te kijken en ze willen investeren in Bali. Tips die je eigenlijk meegeeft, maak het een beetje. Ja, niet voor influence, uniek. Maar gewoon uniek. Ja. Uniek en interessant. Om uniek en interessant. Je moet een beetje opvallen, denk ik, op zo'n Airbnb-listing ook. Ja, want er zijn heel veel mensen die gewoon normale dingetjes posten. Of een normaal hutje posten, of een normaal villaatje posten. Ja. Maar als je er niks bij hebt, dan ben jij een van de, wat is het, 7000 villa's? Ja, succes. Maar als jij, wij hebben nu 40 reviews van 5 sterren. Niks lager dan 5 sterren gehad. En waar ligt het aan dan? Is dat ook misschien de service van Wajan? Dat is ook de service van Wajan. Ja, dat is echt een topman. Ja. Dus hij is echt de beste man die er is. Dus dat is echt heel top. Maar ja, als je dus zulke goede reviews hebt, dan kom je gelijk helemaal bovenaan te staan bijna. Ja. Iedereen vindt het perfect, niemand heeft er last van. Ja. Alles meldt je netjes. Je geeft ze een toertje door de dingen heen. Mm. Vooral als ze met airport pick-up komen. Als ze dan langer blijven doen, dat vaak nog gaat. Ja, dat vond ik, dat zeiden wij ook nog van. Op die airport, je hebt ten eerste staan er wel 200 man met briefjes. Ja. En je wordt elke seconde aangesproken van taxi. Ja. Bloedirritant. Dus het was wel dus echt heel chill dat hij er stond met een bordje gewoon voor ons. Ja. Ja, dus ik denk dat mensen het ook echt heel relaxed vinden. Ja, zeker. Ja, lange vlucht stress. En dan heb je niet zo'n scammer, zeg maar. Ja, zeker weten. Ja, het is geen scam, maar je betaalt wel dubbel.
Je wordt wel afgezet. Je hebt wel een mooie premium erop. Ja. Ja. Oké, dus dat is de tweede villa. Daar ga je voornamelijk in wonen. Maar stel, je zou die villa gaan verhuren. Wat zou dan je rendement erop zijn, denk je? Voor die denk ik ongeveer 6,5 netto per maand. 6,5 netto per maand. Ja. Dus dan heb je zo'n villa ook terugverdiend in... Ja, heel snel. Vier, vijf jaar. Dat is echt mega rendement. Dat heb dat je in Nederland heb je dat, ongekend. Maar je ziet hier ook gewoon borden met mensen adverteren 18 tot 30% rendement per jaar. En dat is in sommige gevallen, niet alle gevallen, ook nog realistisch te doen. Ja. Afhankelijk hoe goedkoop je het krijgt en ook hoe groot je project is. Er zijn bijvoorbeeld ook mensen die bouwen heel veel lofts. Dus je hebt gewoon 8 slaapkamerwoners. Daar kunnen we ook trouwens wel eens een keer langs gaan. En dan heb je gewoon 8 slaapkamers, gewoon allemaal achter elkaar, maar allemaal los verhuurd. Met allemaal zwembadje klein. Allemaal een klein zwembadje, allemaal een klein plekje om te zitten, kleine keuken, kleine dingen. Gezamenlijk zwembadjes. Ja, maar die kosten maar 60.000 om te bouwen per stuk. Ah. Nee, niet gezamenlijk, toch? Nee, volgens mij is het echt... Nee, ze het los. Allemaal los. Ja, ja. Maar het is gewoon allemaal aan elkaar gebouwd. Aha. Dus er zit gewoon 1 muur tussenin. Dus moet je zelfs niet te luid zijn om het zo maar te zeggen. Ja. Anders hoor je de buurman. Dus, ja, ja, ja. Ja. Dus, maar als je dat gewoon hebt, dan ja, dat zit ook gewoon heel rendement op. Vooral op maandelijkse termijn en een goede locatie. De gasten die wij kennen, die hebben ze voor 60.000 gebouwd. En het rendement is 2500 netto per maand. Reken dan maar uit wat het kost. Ja, dat is kost bizar, 60.000, ja. Hè? Ja. Maar zijn die nog steeds te koop? Want volgens mij, ik zie wat het de prijzen wel echt... Als je ze koopt, zijn ze sowieso gelijk duurder. Er zit gewoon 20-30% voor heel de bouwfee zit er gewoon bovenop. Mm. Maar dat is even kort, dat is 60.000 voor alleen de bouw of ook de grond erbij? Dat was inclusief grond. Inclusief grond. Dat was toen de tijd. Dus het zal nu wel richting 80, 100 gaan. Is het een mega rendement. Het is nog mega rendement. Dat is gewoon 1500 per maand. Dus ja, dat is... 40 maanden even terug. Nou ja, 1,5 jaar. Wat vooral met Bali is, het is natuurlijk helemaal hot. En we zagen het ook met vliegen. De vluchten zijn gewoon vol. Helemaal gewoon vol. Alles is vol. Dus, ja. Dus het is echt booming. Ik denk dat heel veel mensen wel... sowieso, ik vind het super interessant. Ik denk dat heel veel anderen dat ook interessant vinden. Maar stel, ik vind het interessant en ik wil gewoon in Bali wat kopen. Wat is dan het exacte stappenplan dat ik moet volgen? Okay. Waar moet ik aan denken? Wil je kopen of wil je bouwen? Heel groot verschil. Bouwen. Je wilt bouwen. Bouwen. Goed bouwcontracten vinden. Bouwen. Ja, dat is klinkt... zelf bouwen. Bouwen. Bedoel, als je dit hoort, als je ja. voor 80.000 al eigenlijk kan beginnen hier. Ja, goed rondkijken naar mensen die een heel goed portfolio hebben. Waar we bijvoorbeeld vandaag langs zijn gegaan met het kantoor. Dat is degene die mijn tweede villa bouwt. Maar die heeft ook een heel resort gebouwd van 1,1 miljoen euro. Mm-hmm. Wat in totaal verkocht is voor 2,5 miljoen euro. Dat is een record, dat is bewezen. Ik kan er naar binnen lopen, ik heb daar de villa's gezien, ik heb de hotelkamers gezien van het resort. Dan weet je wel van, oké, luister, dit is wel echt een goede bouwer. Maar hoe vind je die bouwers? Ik bedoel, de meeste kijkers zijn natuurlijk gewoon Nederlands. Die zijn misschien nog nooit op Bali geweest ook. Eerst naar Bali toe gaan. Wel naar Bali toe. Sowieso naar Bali toe gaan. Okay. Rondvragen. Op het moment dat je een taxirit hebt, gewoon vragen stellen. Okay. Als je ergens bij een nieuw bouwproject ziet, stop langs de weg, vraag wat het nummer is van de eigenaar, stuur een appje, vragen naar. Op een gegeven moment heb je gewoon 3, 4, 5, 6, 7 mensen. Je gaat gewoon rondkijken. Daar zit een periode overheen. En dan besluit je, luister, dit is het beste. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, je hebt ook grote bedrijven zoals bijvoorbeeld Bali Home Imo en Bali Texture. En daar kan je gewoon kant-en-klaar direct kopen. Kant-en-klaar bouwpakketten, zeg maar. Ja. Daar heb jij een woning gekocht, toch? Daar heb ik ook een woning gekocht. Dat is de derde. Die moeten we nog bezoeken. Precies. Oké. Okay. Dus dat is echt het grote. En dat staat gewoon op de website. Wordt geleverd zoals het is. Betaal je gewoon in termijnen. Klaar. Hoef je niet naar om te kijken, alles wordt geregeld. Wat ik ook heel fijn vind, want dat scheelt heel veel stress met een bouwer zoeken, de contracten precies. regelen. Ja, precies. Al dat ben je in één klap vanaf. Dus dat is ook, afhankelijk hoeveel je verdient, ook heel veel geld waard. Want ik vind het wel tricky. Ik volg toevallig een paar mensen op Instagram en je hebt inderdaad, nou ja goed, jij koopt kant-en-klaar pakket met partijen die al gewoon legit zijn. Ja. Maar je hebt ook wel mensen die laten het helemaal bouwen, ook wel met een goede partij, maar die gaan er vaak naartoe om te kijken of het goed gaat. Ja. Maar ik keek laatst, ik vertrek, waar is ook iets aan het bouwen. En dat was die vloer, die moest er 8 keer worden uitgehaald. Omdat die gasten, het gewoon, die waren steeds verkeerd het cement aan het storten. Dus ze waren overal van die barsten door het hele door de vloer. En er was ook was best wel een lange Nederlander. En die liet dan een keuken maken. En die keuken die kwam tot zijn knieën bijna. Omdat Balinees gewoon heel klein zijn, snap je? Dus, maar die liet het helemaal zelf bouwen. Die deed het niet via... Die deed met een aannemer gewoon een aannemer. Ja, maar niet, gewoon, maar niet een kantoor. Shit aannemer. Ja. Heb je niet gekeken naar zijn portfolio of goed uitgelegd wat je wilt hebben? En dat lijkt me wel stressvol. Dan moet je er continu bovenop zitten. Ja, wij hebben gewoon gezegd van luister, we willen gewoon een heel pakket. Heel de architect heeft ons 7.500 gekost. En wij zeggen van luister, we krijgen gewoon een hele 3D-render van hoe het er daadwerkelijk uitziet. Eerder hebben we al de foto's laten zien, maar als je gewoon kijkt, ziet het er normaal uit in je ogen? Ja,
Oké, top. Hmm. Dan vraag ik van, luister, wat zijn de hoogtes, wat zijn de lengtes? En dan krijg je gewoon bijvoorbeeld voor de keuken, krijg je even alle lengtes te zien. Ja. Oh ja, dienblad zit op 1,20 of dat zit op hoe hoog. Ja. Weet ik veel hoe hoog een dienblad moet zijn? Dat weet ik niet, 1, 2, 3. Mm-hmm. Nou, dan ga ik naar huis, dan pak ik een meetlint, dan ga ik staan naar mijn keuken, dan trek ik hem omhoog en dan denk ik 1,20, nou oké, top. Ja, ja. Of als het bijvoorbeeld 1,30 is en ik denk, 10 centimeter lager, is dat irritant? Ja, nee. Nee, dan zeg ik, luister, hij staat op 1,10, ik wil dat je hem naar 1,30 doet. Ja. En je bekijkt wel de projecten? Of je kijkt wat ze gedaan hebben. Wij zijn langs gereden langs de projecten, kijken precies wat ze al gebouwd hebben. En nu pas gaan we met de tweede echt het contract tekenen van, hey, luister, hier zit alles goed. Hier durf ik nu gewoon blindelings mijn geld in te investeren. Ja. 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 Wat voor mij ook heel fijn is, dat betekent dat ik een vaste partij heb met wie ik kan werken voor de toekomst. Ja. Precies. Mocht ik meer projecten aan willen, nu heb ik veel te veel kosten, maar dat is voor later. Hey, dat is stap 1, dus het vinden van een goede aannemer, een goede constructor, zeg maar. Wat is stap 2? Moet je hier registreren? Moet je hier een rekening openen? Je hoeft niet een rekening te openen. Je kan het bijvoorbeeld uitbesteden aan een partij zoals ons. Wij zijn dus nu ook bezig om dadelijk villa's op ons te nemen, maar wel alleen aan de luxe kant. Okay. Dus zeg maar, alles wat onder de 250 euro per nacht is, dan mag je ergens anders heen met alle respect. En op ons nemen, ook qua Airbnb? Qua Airbnb. Aha. Dat, het verhuren, zeg maar, kan je voor jezelf doen, zelf regelen, zelf de mensen vinden. En dan heb je een PT nodig, een personal establishment heet dat. Mm-hmm. Of een PT heet het volgens mij. En dan, dat is een soort BV of een soort van... Nee, dat is echt een persoonlijke onderneming. Okay. Dus dat is echt personal establishment, zeg maar. Dus okay. Echt als persoon onder ZZP'er. Ja, exact. En dan een PT-PMA om te mogen verhuren en daar vanuit op te bouwen. Dat is echt een bedrijfsvorm zoals een BV dat is. En daar zit gewoon heel veel meer mee inbegrepen. En dat heeft ook gewoon extra kosten met zich mee. Maar dan moet je ook een advocaat hebben hier. Of iemand die legal in ieder geval onderlegd is. Ja, dan heb je bijvoorbeeld SAS Legals voor. Dat is de partij waar wij mee werken. Okay. En die hebben gewoon heel veel mensen onder zich. En vanuit daar kan je weer allemaal gaan kijken van, luister, wat kan je hiermee aanbieden? Wat kan je hiermee neerzetten? En dat is wel een heel groot belangrijke factor erin. Ja. Dus vandaar. Dus dat is heel belangrijk. Daar moet je op letten. Dus kijk naar het proven record, zeg maar. Kijk qua naar wat architecten, qua bouwers, noem ik het eventjes. Ja, exact. Ja. Daarna ga kijken van, luister, wat voor tuindingen zoek je? Ga gewoon langs tuinshops, vraag wat mogelijk is, vraag wat ze aanbieden. En ga niet naar één toe, want bij eentje kan je misschien opgelicht worden en dat je dubbel betaalt. Ga naar vier toe als er ene zegt, wij kunnen dit regelen voor bijvoorbeeld 180 miljoen, ik noem maar iets. En je gaat naar een andere partij toe en hun zeggen, oh dit? Oh nee, 120 miljoen red ik wel hoor. Ja, 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 ja. Ja, dan heb je 60 miljoen bespaard. Dat is heel als je 5000 euro. Ja, dan heb je gezegd, ja, dat is snel verdiend. Ja. Dus gewoon even rondrijden, even kijken. Je hebt ook een soort IKEA-winkels zitten. Die zitten veel meer naar het zuiden allemaal. De grote, grote winkels. Mm. En dan kan je gewoon even kijken van, luister, wat is... ken je toevallig iemand? Oké, top. En dan vraag je het rond. Bijvoorbeeld, wij hebben ook rondgevraagd naar degene die Nanuku Home heeft gebouwd. Dat is van Audrey en van nog iemand. Of van, nee, van Gipsy is dat, van Laura. De hele grote bekende woning gaat voor 770 tot bijna 2000 per nacht. Okay. Echt een hele grote woning, een beetje zoals mijn derde. Dus dat is een kleine kijker in, want dat gaat ook daar voor 700 plus per nacht. Maar dat is gewoon gigantisch. En dan vraag ik van, luister, heb jij iemand? Maar bijvoorbeeld, dat was de eerste persoon die ik gecontacteerd heb. En dat duurde een week voordat ik antwoord kreeg. Ik zeg, ja, dat is een partij waar ik echt niet mee in zee wil. Nee, ik wil gewoon binnen 24 uur, 7 dagen per week gewoon antwoord hebben. Ja. Kijk, als je een keer op zondag er niet bent, prima. Maar als ik vraag van, hey, luister, hoeveel denk je dat zoiets kost? Of kan je zoiets maken? En dat ik gewoon een week, anderhalf week geen antwoord krijg? Absoluut niet. Ja. Dan ga ik niet meer geld aan je geven, dat kan ik je wel zeggen. Nee. En zo ben ik ook door al die dingen heen gegaan. Ik heb zelf ook gekeken. En nu kijkt Jan ook grotendeels voor mij. Maar ik heb zelf alles ook gedaan. Ik heb overal rondgevraagd. Wat kan ik doen? Wie zijn de beste mensen? Hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Nee. Toch wel een maandje of 4, 5 mee bezig geweest. Of dus, zo, dus stel iemand, een Nederlander, wil iets kopen op Bali. Ik zou iets willen kopen op Bali. Dan zou ik eigenlijk wel het liefst 1 of 2 maanden wel even hier naartoe gaan. Ja, om 2 maanden sowieso. 2 maanden sowieso. Om dat helemaal te regelen. Om het allemaal te bekijken. Te leren kennen, te bekijken. Maar je moet ook even de plek kennen. Je moet weten welk zijstraatje zit je. Ja. Wat is hier aan de hand? Heeft iemand bijvoorbeeld... We hebben 1 keer een villa gehuurd en daarnaast zat gewoon een fucking kippenhuis. En dan gewoon om 6 uur 's ochtends... Dat wil je dus echt niet. En dat doe je 2 weken. Nou, koning van hier tot Tokio iedere ochtend. Nou, daar word je niet vrolijk van. En dan heb je zoiets van, ja, daar moet je wel even rekening mee houden. Dus je moet erheen, je moet even kijken wat er aan de hand is. Dus het concrete stappenplan is toch eigenlijk als eerst, waar? Ja. Waar ga je kopen? Waar ga je kopen? Ja. En dan zou jij zeggen, Canggu. Ja. Toch? Wat zijn de top 3 gebieden hier in Bali? Canggu, Pararang en Brawa. Okay, dus moet helemaal overslaan? Hoe moet overslaan, voor nu. Oké, dus stel je, de eerste stap is kijken waar. Dan moet je natuurlijk naar Bali komen om gewoon überhaupt... Maar heb je een soort funda hier?
Nee, ja, hoe vind je je stuk land? Ja, de grote real estate properties en de rondrijden. Er zijn ook allemaal kleine bedrijfjes die gewoon heel veel advertenties buiten op de deur hebben. Je moet wel altijd kijken of ze echt de akte hebben. Mm-hmm. Want heel vaak verkopen ze ook voor grote partijen en dan pak ze hele grote commissies en dat soort dingetjes. Daar moet je wel goed mee rondkijken. Dus eigenlijk de stap ervoor is even eerst een advocaat of een legal iemand die daarin kan ondersteunen. Ja, gewoon even laten controleren, naar de overheidsgebouw gaan controleren. Precies. En opvragen van, luister, welke zone is dit? Want dat is ook een heel belangrijk iets. Ja. Want op een groene zone, als je dat per ongeluk koopt, ja, dan mag je helemaal niet bouwen. Als je gaat bouwen, dan word je reisboer, toch? Huh? Dan mag je reisboer worden. Ja, dan moet je reisboer worden. Als je dat wilt doen, dan succes. Nee, maar daarbuiten, je moet oranje of rood hebben. Oranje is in ieder geval voor vastgoed. Ja. En dat soort dingetjes. En rood is voor commercieel. Dus oké, dus het zijn best wel wat stappen die je moet nemen. Dus je moet eerst kijken, waar ga je kopen? Dan moet je het landzone checken. Dan moet je de properties checken. Dan moet je eerst op zoek gaan naar properties, toch? Ja, dus je gaat zeg maar, op het moment dat je maar, stel voor je komt naar Bali toe, je bent nu in Bali. Precies. Eerst wat je gaat doen is even feeling krijgen, waar voel jij je goed bij, waar wil je investeren? Dat is één. Als je weet waar je wilt investeren, dan ga je kijken naar de kleurzone. Als het groen is, dan blijf je met je vingers er vanaf. Als het oranje is of rood is, kan je gewoon bouwen, geen probleem. Oké, want oranje is gewoon villa bouwen, rood is resort. Resort, vastgoed, dat mag gewoon omhoog, zeg maar ook. Okay. Dus daar kan je meer rendement uit halen. Kan je er gewoon een resort bouwen als je dat wilt. Okay. Let me know. Het lijkt me tof om het te zien en mee te maken, want dat doe ik nog niet. Dat vind ik wel een hele grote stap. Mm-hmm. Zou ik op een gegeven moment wel een keertje willen proberen. Lijkt me heel vet. Maar ja, als je dat gewoon weet, luister, nu heb je de kleurzone. Oké, je hebt de kleurzone. Dan ga je dus daadwerkelijk het land kopen. Wil je bouwen? Als je dat gaat doen, dan ga je dus naar een advocaat toe, een notariskantoor. En dan betaal je meestal 0,75 tot 1,5% van de waarde voor de contracten, voor de actes, om alles te regelen. Van het en land. Te controleren, ja. Hun gaan dus ook langs de overheid, hun gaan de aanvraag doen. Je krijgt dan een bevestiging van het papier. Van dit zit in de juiste zone, dit is het contract. Dat moet natuurlijk en in Bahasa en in het Engels. Mm-hmm. Want alle contracten moeten hier getekend worden in Bahasa. Dus dat is de Indonesische taal van Bali. Niet heel Indonesië, dat is anders. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus het is wel echt belangrijk dat je niet genaaid wordt, zeg maar. Ja, dat je wel en echt, ik heb het meegemaakt bij andere partijen dat ze genaaid zijn. Ja. Dus ze zeiden ook van, hey, land, zonne, oranje, dingen. Ja, en dan lopen ze op te hissen. En dan zeggen ze voor een dag van, luister, kan je het al kopen of niet? Want ik heb iemand anders die geïnteresseerd is. Oh nee, ik ben wel geïnteresseerd in dat. En dan gelijk regelen, akte, gelijk getekend, gewoon online. Ja, dat is geen goede kleurzone. Ja, nee. Dan gaat je 180.000 euro. Ja. Ja, dat voel je je kut. Dus die fout heb ik ook bijna een keer gemaakt. Oké. Omdat ik ook te snel wou. Omdat ik dacht van, oh nee. Dus je moet gewoon je tijd nemen vooral, toch? Dus voordat je tijd hebben, alles goed dubbelchecken. Precies. Dus dat is dan stap 2, 3. Dan ga je bouwen. Dus ga je op zoek naar een goede partij met een track record. Ja. Dan kan je of een klant, volgens mij, als ik het goed begrijp, een kant-en-klaar pakket kopen. Ja. Of je zegt aan de architect, dit is wat ik wil. Ja, en dan gaat de architect voor jou designen. Dan heb je daar meestal een stappenplan. Van eerst gewoon de schetsen, daarna wordt het de 3D-render. En daarna betaal je het volledige bedrag. En dan krijg je alle details tot op alle punten na. Ja. En dan kan je gewoon dus een contractor aannemen. En dan ga je bouwen. Precies. En qua financiering dan? Even een stap ertussen. Kijk, in Nederland kan je vooral deel financieren. Hoe werkt het hier in Bali? Moet ik ook zeggen, heb ik heel weinig ervaring mee. Ik heb het voordeel met mijn YouTube automatisch wisten dat ik heel veel cashflow heb. Dus ik betaal ze gewoon allemaal cash. Dus ik heb geen dingen erin, maar mocht je bijvoorbeeld voor een bouwplan hebben, wat ik bijvoorbeeld heb, is ik heb 30%, 20%, 20%, 20% tot 90. En vanaf 90 hebben we 5% na 3 maanden en dan daarna iedere 2 maanden hebben we nog 2%, 2%, 1%. Tot oplevering? Tot oplevering. Hm. Nou, de oplevering is al op 90, maar daarna is het gewoon garantieperiode. Ah, op die manier. Dus als er iets kapot gaat, dan moeten hun het fixen. Heel fijn, ja. Ja, en het is al van jou, je kan er al in, je kan het al verhuren. Ja. Maar stel voor dat er nou gewoon ineens een scheur in zit of iets klopt niet. Ja, dat betekent dat hun het niet goed hebben gedaan. Dus mogen hun fixen. Ja. Dus qua financiering, qua bouwen kan je dus wel makkelijk financieren. Want dat doe je direct met de bouwpartij. Ja. Mm-hmm. Want hun werken niet tenzij je al betaald hebt. Dus dat is heel fijn. Dus dat is jouw, zeg maar, financiering. Maar je krijgt geen geld. Je moet het wel gewoon gedeeltelijk inleggen. Dus dat is het grote verschil. Qua leningen krijgen heb ik nul ervaring hierin. Dus daar ben ik wel heel eerlijk in. Ik tik het gewoon cash af, om het zo maar te zeggen. Ja. En met de bouwplannen, ik heb dus nu voor 2 villa's in totaal 50.000 euro per maand de kosten. Ja. Voor nog zeg maar zo'n 9 maanden tijd. Ja. Precies. Oké, dus dan heb je de woning, dan wordt het gebouwd en dan wordt het opgeleverd. Moet je goed op letten. Dan heb je de villa's af. Ja. Dan doe je controle, eindinspectie. Moet je dan nog een permit aanvragen om het te verhuren? Ja, je moet dan nog steeds een permit aanvragen, maar er is ook een manier omheen. Je kan gewoon een virtual desk inhuren bij grote legale bedrijven. Vanuit daar kan je het dan opereren. Dus daar kan je altijd omheen. Oké, maar het is niet zo van, bijvoorbeeld op Ibiza weet ik dat als je geen permit hebt, dan heb je gewoon geen permit. Dus dan kan je iets kopen zonder permit. Dan kan je het niet verhuren. Ja. Maar hier krijg je altijd je permit. Als jij oranje zone koopt. Zeg maar. Zeg je? En anders kan je hem altijd kopen hier.
En dan moet je gewoon meer dokken. Ja, oké. Okay. Dus om het op een nette manier te zeggen. Dus dat is wel een verschil erin. Maar een permit, het is voor iedereen heel toepasselijk om er eentje te hebben. Dus ook voor de tweede bouwgrond, dat betalen hun ook nog, omdat daarmee hun landwaarde ook weer omhoog gaat. Mm-hmm. Dus dat krijg je eigenlijk altijd wel. Ja, exact. Hey, en zijn er ook, want zijn best wel veel stappen, zijn er ook partijen die jij weet die echt het hele proces uit handen nemen? Ja, Bali Texture, Bali Home. Precies, dan heb je dus gewoon land zit erbij, ja, permit zit erbij. Permit zit erbij, grond zit erbij, alles zit erbij. Je kan zelf file management bij dat soort bedrijven ook nog doen. Dus je kan alles van A tot Z uitbesteden. Dat vind ik het hele fijn. Een derde, ik hoef daar eigenlijk technisch gesproken heel het jaar niet te zijn. Volgend jaar kan ik terugkomen en ik krijg de sleutel voor mijn deur, zeg maar. Ja, dat is jouw derde villa? Dat is de derde villa, ja. Die is van dat Bali Texture? Die is van Bali Texture, ja. En kan je ons even meenemen in het proces wat voor woning dat is? Gigantische villa. Drie verdiepingen. Eerste verdieping is gewoon gezamenlijke keuken. Heeft twee zwembaden, heeft een lounge area buiten. Twee zwembaden? Ja, soort van. Je hebt er eentje waar je in kan zitten en eentje waar je in kan zwemmen. Oké. Okay. Soort jacuzzi-achtig. Soort jacuzzi-achtig, iets, maar geen jacuzzi. Fotoplek zit er links aan. Fotoplek? Ja, dus gewoon echt zo'n hele coupe met zo'n bankje waar je gewoon tegenaan kan leunen, foto's kan maken. Oké. Okay. Kussens waar je gewoon echt buiten kan chillen en buiten kan werken. Dat heb je dan op de eerste verdieping. Heb je ook nog een sunking area. Dat betekent dus dat je naar beneden gaat. Yes. Dan kan je gewoon lekker chillen, lekker zitten. Ook met de tv, met overal alles erop en eraan. En er zit dan één slaapkamer plus badkamer zit er op de eerste verdieping. Ja. Tweede verdieping heb je een kantoor inbegrepen. Je hebt, daar heb je dan de drie overige slaapkamers. Mm-hmm. Dat zijn alle drie met master, als ik het goed heb uit mijn hoofd. Dus allemaal met een badkamer erbovenop, met een kledingkast, alles erop en eraan. Mm-hmm. En dan op de derde verdieping, en dat is het allervetste, is gewoon een volledig dakterras. Daar zit een barbecue, daar gaan we ook nog een stenen over inbouwen. Dus dan kunnen we verse pizza's maken. Er zit een sauna op, zit een ijsbad op, zit een normale bad op. En gewoon genoeg plek voor bijna 45 man om te staan. Een soort Hugh Hefner paleis. Ja, letterlijk zeg maar. Maar het is volgens mij uit mijn hoofd of 500 vierkante meter of 560 vierkante meter. Woonruimte. En het stuk grond? Halleluja. 600 nog iets. En waar is de woning? Want je hebt nu Semaki, is wel echt richting het noorden. Semaki, dat is helemaal wat jij zei als laatste, wat nu upcoming is, toch? Ja, Breireng is nu richting Vol. En het eerstvolgende gebied waar je zeg maar kan gaan bouwen, is Semaki nu. Aha. Dus daar beginnen nu ook alweer wat shops te openen. Er beginnen wat dingen gebouwd te worden. Hoe ver is het van Canggu, waar we nu zitten? Ja, nog wel een eindje. Dus dat is het enige nadeel. Wat is het? Zonder dat ik erheen ben gegaan. Maar dat is 20 minuten rijden. 20, met 25 minuten. Scooter? Scooter. Oh, dat is oké. Okay. Oké, maar is het er ook een stuk rustiger dan Canggu? Of is het veel rustiger? Je hoort niks. Want ik vind hier, ik ben pas nu een dag op Bali, maar ik vind het wel, ik denk wel, wow, druk. Het is hier echt druk. Dus ik ben aan de ene kant ook heel blij dat ik richting het noorden ga. Dus ik hoop dat het ook met mijn YouTube automatische business, dat die echt gewoon heel hard groeit. Waardoor ik gewoon over een jaar tijd kan beginnen mijn kantoor te bouwen, ook richting het noorden. Ja, ja. Zodat ik gewoon lekker die rust heb. Ik kan gewoon lekker mijn eigen ding maken en helemaal zelf inrichten. Dat lijkt me gewoon het tofste wat er is. Dat is ook een beetje echt mijn eindproject wat ik wil doen. Ja, want ik kan me voorstellen dat er ook heel veel behoefte is onder Airbnb-huurders om juist wat rustiger te zitten. Ja, en het is natuurlijk ook een voordeel omdat je verder ervan af zit. Dus de prijs is ook goedkoper. Ja. Dat betekent ook dat je het goedkoper verhuurt. Want als je die villa hier zou hebben, dan zou je over de 2000 euro per nacht zitten. Ja, ja, ja. Makkelijk. Ja, ja, ja. Maar, dat maar er wordt wel heel veel ontwikkeld misschien in dat gebied, waardoor ook weer die prijzen meestijgen. En dat is dus mijn voordeel. En daarom investeer ik erin. Om daar dus het rendement van te hebben. En als alles klaar is, heb ik dus een portfolio van 2 miljoen euro in vastgoed. Met die drie villa's? Met die drie villa's, ja. Oké. En wat zou je adviseren? Kijk, als ik even over mezelf spreek. Volgens mij heb jij het ook een beetje het gevoel. Maar het lekker ook is aan investeren in Bali's voor veel mensen. Van dat ze ook dan daar gewoon 2 maanden eventueel heen kunnen gaan. En dan 10 maanden verhuurd hebben. Ja. Wat zou je adviseren aan een beginnende investeerder? Die een beetje eigen cash heeft, 200.000-300.000 euro op de spaarrekening, overwaarde. Je bedoelt iemand die nog geen investeringswoningen heeft? Ja. Geen beleggingswoning. Geen beleggingswoning, maar gewoon die stap wilt maken. Ga hierheen. Ga eerst overal heen rijden. Lekker met je scooter, lekker chillen, doe oortjes in. Ga kijken naar wat je mooi vindt, ga kijken naar wat je lekker vindt. Leef hier echt even voor 2 maanden. Ga dan kijken naar waar je wilt kopen, want dan weet je ook waar je zelf wilt zitten. Ja. En inderdaad, met vakantiewoningen, enige waar je wel rekening mee moet houden met Airbnb, is je kan niet zomaar mensen gaan annuleren. Daarmee verlies je superhost, zit waarschijnlijk ook in je verhuurcontract overal. Dat hebben wij bijvoorbeeld ook, we gaan dat ook in ons verhuurcontract zetten. Wat betekent, als jij op vakantie wilt, dan moet je dat van tevoren aangeven. En je moet ook van tevoren aangeven op welke slot je moet je eigen woning blokken, bedoel je, voor de periode. Precies. Want jij kan niet zeggen van, ja luister, ik wil dat je me annuleert.
Want ja, als jij zegt tegen ons, zeg, we willen dan annuleren, dan verlies ik mijn suppo-status. Ja. Dan verlies ik gewoon 20% van mijn inkomsten. Ja, dat ga ik niet doen. Nee, het is ook voor mensen echt wel ruk. Dus moet je invullen. Of wat sommige mensen doen, is ze doen alle dagen blokkeren. En dan zeggen ze bijvoorbeeld iedere 6 weken van een luister. Ja, wij gaan voor de zomer gaan we naar Griekenland toe bijvoorbeeld. Zet ze hem even open. En dan zet ze hem even open voor 6 weken. En dan verhuur je hem 6 weken. Enige nadeel dan is, dan heb je heel vaak opslagkosten. Want dan moet je nieuw schoonmaken, nieuwe mensen, nieuwe dingen regelen. Ja. In plaats van dat het gewoon vast is. Dus daar is een verschil in. Maar als je er zelf zit, kunnen mensen ook gewoon doorwerken. En dat heeft ook allemaal voordelen. Ja. En is het goed te managen vanuit Nederland? Want het is wel een pok uit vliegen hier naartoe. Ja. Zeker een pok uit vliegen. Maar is het is het goed te managen gewoon vanuit Nederland, gewoon remote, zeg maar? Ja, als je een goede manager hebt. Ja, ik heb er eigenlijk nooit hoef ik naar te kijken. Wian regelt voor mij alles. En dat is mijn manager, dus zoek een persoon zoals Wian. Ja. En er zijn gewoon heel veel lieve schatjes die gewoon graag met heel veel willen helpen. En als je gewoon een beetje extra betaalt, zijn hun heel blij. En maar dan kan je dan met een gerust hart echt een jaar gewoon, zeg maar. Stel, je gaat 1 keer per jaar 2 maanden in je eigen huis zitten. Ja, kan je dan met een gerust hart 10 maanden... aan zo iemand overlaten? Makkelijk, okay. Ja. En wat voor mij dus ook het voordeel is, wat we bijvoorbeeld vorige keer hebben gedaan toen ik in mijn eigen villa zat, is we hebben alles geverfd. Dus alles ziet er helemaal nieuw uit. Waar we nu zitten, bedoel je? Waar we nu zitten. Ja, die is super strak. Dat is echt, maar dat is ook echt gewoon, ja, vorige keer dat ik hier zat, is 6 maanden geleden is het geverfd. Dus alles is nieuw. En dan heb je zoiets van, oké, luister, wat kan je optimaliseren? Wat kan je mooier maken? Bijvoorbeeld bij de toiletten had je al die plantjes hebben staan, maar voor de rest had je gewoon een beetje grond. Mm. Hebben we gewoon allemaal kiezelsteentjes overheen gelegd. Ziet er weer mooier uit, je maakt weer nieuwe foto's. Lijkt allemaal net wat meer premium, net wat meer premium. Een grote foto van de keuken, we hebben een blender voor fitnessmensen. Dus al die dingetjes voegen zich wel toe tot een heel mooi resultaat. En ik kan me voorstellen dat verven van zo'n grote woning, dat in Nederland is natuurlijk heel duur. Ja, hier als je dat door een professioneel. Dat 300 euro kwijt, alles opnieuw geverfd. 300 euro heb je gewoon het hele ding. Alles. Ja, dat is inclusief materiaal ook gewoon. Dat is inclusief materiaal, dat is alles. Ja. Ik zie hoe ze hier bouwen. Het is met 50 man en het gaat steen voor steen. Precies. Maar wel heel snel. Heel snel. Dus dat is echt een voordeel. Het kan echt binnen 9 tot 12 maanden kant af zijn. Okay. Zelfs die hele grote is in 12 maanden af. Ja. En wanneer, wat is de oplevering van die 3 woningen? Dus de tweede is nog niet begonnen? De tweede is nog niet begonnen, maar die is binnen 9 maanden klaar. Oké. Okay. En de derde duurt nog wel echt een jaar. Dus 12 maanden. Die moet ook nog starten? Die is al begonnen. Ja. Die weg is zeg maar helemaal aangelegd. De mensen, zeg maar, die hutjes waar de mensen ook voornamelijk in verblijven, dat staat er allemaal. Hmm. En ze zijn nu eerst bezig met die eerste villa's, want ze werken van voor naar achter. Ja. En aangezien ik dan, ja, niet op schepper bedoeld, de grootste villa heb, word ik als allerlaatste geholpen. Maar dat betekent dat ze op die kleine mensen zitten gewoon heel veel mensen. En dan op het einde zitten gewoon 30 mensen aan mijn villa te werken. Aha. Gewoon allemaal tegelijkertijd. En dan hebben ze een beetje de kinderziektes eruit met die andere kleine villa'tjes. Ja, bijvoorbeeld. Of ze zijn juist helemaal moe. En het voordeel is, er zit ook wel een bewaking bij en dat soort dingetjes. Dus helemaal voorin zit gewoon een gate. Dus alles is wel lekker veilig ook. Oh, ja. Dus met het complex. Ja. Ook als het zeg maar opgeleverd is. Ja. Je hebt gewoon, het is gewoon een gated community eigenlijk. Ja. Oké. Okay, maar even, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Want jij woont hier nu een tijdje. Je hebt hier veel onderzoek gedaan en wat interessant is qua gebied. Wat zou je iemand adviseren qua eerste woning voor het beste rendement? En even los van het gevoel wat hij heeft. Wat voor soort type woning pak je het beste rendement hier in Bali? Canggu of Pereerang qua locatie. Ja. Instagrammable. Focus je daarop. Maar even concreet qua woning, qua zwembad, qua grootte, qua slaapkamers, qua badkamers? Villa of appartement? Sowieso villa's, appartementen niet echt. Okay. En dan voor villa zou ik zeggen, of 1 slaapkamer of 3 slaapkamers... en dan dus of met 1 badkamer of 3 badkamers. Zorg ervoor dat alles heel strak is, heel netjes is en dat je eigenlijk overal foto's kan maken. Want dat zijn de plekken die gewoon premium verhuurd worden. Plus als je geluk hebt en het gaat echt vaarwel, dan heb je ook bijvoorbeeld sommige villa's die doen alleen maar content verhuren. Mm-hmm. Wat betekent dat je een blok krijgt van 3 uur, wat hetzelfde is als een nachtreed. Dus dan vraag gewoon 300 euro voor 3 uur. En dat doen ze 3 keer per dag. Gaat dat ook via Airbnb? Mm. Dat gaat niet via Airbnb. Nee, dat is echt gewoon voor de bekende modellen. Maar dan mailen ze je wel via Airbnb, denk ik. Van, hey, ik... Ja, je kan ze ook vaak per nacht boeken. Maar ook heel vaak op Instagram kan je gewoon een tijdslot inboeken voor contentdagen. En dan betaal je gewoon een dikke premium. Ik ken 1 villa die dat heeft gedaan. Dat is van de Bali Brothers. Er zijn ook 2 Nederlandse gasten. En die hebben er eentje gemaakt voor 160.000 euro. Heel Instagrammable. Fucking mooi. Okay. 500 euro per nacht verhuurd. Dus 160.000 investering. Eén slaapkamer? Dat is een 1 slaapkamer. Oké, maar je zegt dus 1 of 3. Waarom 1 of 3? Omdat dat de meeste vraag naar is momenteel. Nou, 1 of 3. Dus 3 stelletjes of 1 stelletje. Ja. Zeg je dat goed? Okay. Ja. En wat zijn een beetje dan... Wat, dus een woning met 1. Wat is een beetje een gangbare prijs wat je kan vragen voor zo'n woning?
ligt eraan hoe aesthetically pleasing het is, wat het doel ervan is. Als het echt een overnachting is, 120, 160 per nacht. Hm. Voor drie slaapkamers ga je wel richting de 260 tot 300. Okay. Dat zijn de normale prijzen puur voor villa-verhuur. Mocht je echt richting de Instagram-shots gaan en dat soort dingen, kan je 400, 500 per nacht krijgen. Hm. Okay. Zelfs voor een één slaapkamer, voor een drie slaapkamer dan nog meer. En qua aankoop voor één slaapkamer en drie slaapkamer, wat zijn een beetje gemiddelde prijzen? Eén slaapkamer, goed iets richting de 180.000 is normaal. Okay. Drie slaapkamers, minimaal 3 ton. 3 ton. Hm. Minimaal 3 ton. Ja, voor een goed iets. Inclusief grond, inclusief alles. Ja. Ja, ja. Daar ga je wel richting heen. En als je dan goede locaties wilt, dan ga je echt omhoog. Want heel veel van aesthetic pleasing, die zitten allemaal net wat verder weg. Maar omdat ze zo mooi zijn, boeken mensen ze toch. Precies. Mm-hmm. En daardoor heb je dus goedkopere prijzen. Ja. Als je dat hier wilt doen, dan ga je wel echt richting een 7, 8, 9 ton, zeg maar, snel. Ja. Voor 3 slaapkamers. Ja, dus dat is wel prijzig, moet ik zeggen. Ja, maar het ligt ook aan hoe gek je het maakt. Ja. Oké. Okay. Ja, wat ik denk dat heel interessant is voor mensen. En zeg maar, veel mensen weerhoudt het misschien, zo'n leasehold. Omdat je dan nooit echt eigenaar wordt van die grond. Ja. Maar je hebt volgens mij bijna elke villa in Bali heb je met 5 jaar, laat zeggen 6 jaar, ja, is hij helemaal terugverdiend. Precies. Dus dan is hij volledig afbetaald en dan is het eigenlijk gewoon pure winst. De komende 40 jaar is het eigenlijk dan pure winst. Nou, niet 40, de komende 20 plus 20, extension, ja, heb je vaak. Hè? Dus ja, heel vaak heb je die extension dan ook. Ja, maar het zou kunnen zijn dat je tijdens die extension periode dat die gast zegt, je moet gewoon de volle hoofdprijs betalen. Maar je hebt ze toch al binnen 6 jaar terugverdiend. Dus dan is de komende 24 jaar... En je betaalt ook alleen maar voor de grond. Hè? Je betaalt niet voor de gebouwen, niet voor de furniture. Je betaalt alleen maar voor het grondstukje. Ja, 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 ja. Precies. Dus voor mij, villa extension, als ik bijvoorbeeld 20 jaar erbij bovenop wil doen, kost me dat ongeveer 120.000 euro. Ja, okay. Wat ik dus in 2 jaar tijd terug heb verdiend, terwijl ik 20 jaar er bovenop krijg. Ja, precies. Dat is het verschil. Ja. En kan je dat eigenlijk doorgeven aan je kinderen? Want ik denk dat veel mensen dat ook juist als dat moet ik ook zeggen, daar heb ik geen ervaring mee. Ik ben 23. Ja, nee, precies. Dus kinderen zijn nog niet in mijn picture. Nee. Heb ik er niet naar gekeken, maar dat zal vast wel mogelijk zijn. Ja, ja. Lijkt me heel logisch, want de leasehold is gewoon op jouw naam. Wat dus ook het voordeel ermee is. Dus, dan ik gok dat het gewoon over naar je kinderen gaat. Precies. En je kan het niet voor 60 jaar afkopen met zo'n eigenaar? Je kan 60 jaar in één keer zou misschien kunnen, ligt aan wat de landowner wilt. Ja, precies. Sommige mensen doen ook een leasehold van 99 jaar, kan ook. Van 99 jaar? Ja, de maximale term. Ah, okay. Want is er een reden dat zo'n landowner het niet zou willen extenden aan jou? Wat? Eigenlijk niet. Nee, toch? Voor hun heel veel cash gewoon in één keer. Daarom zijn sommige mensen hier ook gewoon goed rijk. Ja. Want die hebben gewoon wat meerdere plekjes. Of die hebben gewoon geluk gehad dat ze hier in de buurt geboren zijn. Veel grond. Met veel grond, ja. En sommige mensen hebben echt veel grond. Dan vergis je echt in. Dan denk je van, oh, die zijn echt niet rijk of zo. Mm. En dan kom je ineens een Balinese tegen die 35R ineens op de leasehold zet en dan gewoon ineens gewoon 3,5 miljoen overgemaakt krijgt. Ja, dat is ook heel normaal, om het zo maar te zeggen. Dat kan ook gebeuren. Ja. Dus Okay. En waar liggen daar nu echt de kansen op banen? Want ik zag ook dat, waar we vanochtend waren, werd gewoon heel resort gebouwd. Ja. Voor relatief weinig geld. Voor relatief weinig geld, maar dat was begonnen in 2019. Ja, 1,4 was dat? 1,8? Dat was 18 miljard roepia en dat was 1,1 miljoen euro. 1,1 miljoen euro. En dat is allemaal al verkocht, dus dat was allemaal pre-plan voor mensen om eigenaar van te zijn, om cashflow mee te genereren onder hun management. Dus dat was een verplicht contract eraan voor de gehele periode. Mm-hmm. Dus hun pakken 20% aan cashflow erbovenop en ze hebben alle projecten in totaal verkocht voor iets meer dan 40 miljard uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, het was 2,5 miljoen euro wat ik toen had uitgerekend. Ja, precies. 1,4 miljoen euro gewoon direct winst. Directe winst. Plus nog die 20% rendement op alles wat verhuurd wordt. Wat keer 10, keer ongeveer 200 per nacht. Dus ongeveer 200 tot 300 per dag oplevert. Ja, dat is wel echt. Dus 10.000 per maand cashflow permanent. Bovenop een cashcowtje is dat. Bovenop een 1,4 miljoen. Ja, dat is een mooie cashcow. Ja. Dat zijn de andere cashcows die ik wil uitbreiden, zeg maar. Oké. Okay. En sowieso, wat zijn nu sowieso jouw toekomstplannen? Want je hebt je cashcow, automation business, noem ik het eventjes. We hebben je kantoor gezien. Je bent nu aan het uitbreiden, dus je wilt gewoon vooral die volgende stap zetten. Ja. Je hebt je vastgoed. Ja. Heb je nog je coaching, want je leert ook andere mensen hoe zij zo'n automation kunnen opzetten. Ja. Hoe verdeel je tijd de komende tijd? Het is best simpel, net zoals vooral goed plannen. Dus net zoals met jullie, dan maken we gewoon heel veel content in één keer. Dat is gewoon gelijk genoeg voor 3-4 maanden. Dus dat scheelt heel veel stress. Daarbuiten is het gewoon van, luister, als ik 's ochtends wakker word, dan doe ik even chat support. Dan ga ik even kijken wat er fout gaat, wat er goed gaat. Meestal werk ik gewoon 1,5 uur. Neem ik een bak koffie, werk ik nog een keer 1,5 uur. En omdat iedereen in Nederland slaapt op de tijdzoneverschil, zorgt het ervoor dat ik helemaal geen antwoorden terugkrijg. Dat zorgt ervoor dat ik 's ochtends in één keer klaar ben. En dan kijk ik ook heel de dag niet meer naar. Nee.
En dan kan ik de rest van de tijd kan ik spenderen aan mijn eigen YouTube-business, aan het optimaliseren van dingen. Mm-hmm. En alles wat ik kan uitbesteden, probeer ik in de loop van de tijd ook uit te besteden. Ja, ja. Zodat het zo rustig mogelijk is, zodat ik daar niet overvol van raak. Want het begint nu wel veel te worden. Ja. Ja. En wat zijn dan, bedoel, je bent pas 23. Waar zie jij jezelf over 10 jaar? Op Bali? Ja, misschien wel. Ja. Ja, ik zeg altijd van luister, mijn doel is eigenlijk nu gewoon om te werken voor YouTube ook. Als het op een gegeven moment naar 3 ton of misschien zelfs meer kan gaan, om gewoon op een gegeven moment een exit te maken van 30, 40 miljoen. Ja, dan misschien dat ik een paar resorts koop, weet ik veel. En dat ik vanuit dat punt gewoon ga zeggen van luister, ik ga verhuren. Ja. En een van mijn kleine drooms, of ja, kleine droom, is een hele grote droom, is op een gegeven moment zou ik gewoon leuk vinden om een mooi jachtje te hebben. En dat ik gewoon naar Komodo kan of naar... Een jachtje hier in Bali. Ja, ja, dat lijkt me echt geweldig. En dan naar Gili kan. Gewoon lekker kan zwemmen heel de dag. Lekker barbecue kan hebben. Dat je gewoon echt gewoon lekker kan genieten. Dat je gewoon heel de dag gewoon gaat schaken. En dat je van die visgolfballetjes hebt. En dat je gewoon lekker gaat slaan op je jacht. En dat de visjes lekker gaan eten. En dan ga je daar nog lekker zwemmen ook. Ja, dat lijkt me heerlijk. Ja, ja, ja. Op een gegeven moment moet je zeggen dat het genoeg is. Ja, je kan het wel uitbreiden. Maar op een gegeven moment moet je gewoon de juiste mensen op de juiste plek hebben staan. Die gewoon voor jou werken. Eens. Een goede CEO is een luie CEO. Als ik heel de dag kan golven en op een jacht kan zitten, betekent dat ik het goed doe. Ja. Dat betekent dat ik goed ben in brandjes plussen. Mm-hmm. Dat is mijn mening over een CEO. Ja. Oké, okay, en voor jou die volgende stap te zetten is vooral dat kantoor wat je nu opent een belangrijke move. Ja, dat is een van de belangrijkste moves die ik heb. Ja. Dus excited. Nou, cool, en vanaf wanneer ga je erin eigenlijk, dat kantoor? Nou, vanavond moet ik het overmaken, dus ik mag er vanaf morgen in. Oh, zo, okay. Oh, dan is het direct gewoon... direct en dan ga je nog inrichten, mensen aannemen en dan gaat Wajan doet ook echt... Ja, Wajan regelt daar ook heel veel mensen voor en dingen voor. En hun regelen mensen voor de airco, de wifi wordt aangelegd. Dus ik gok binnen 2 weken dat we erin zijn, zoiets. Hm. En per wanneer denk je dat je up and running bent dan? 2 weken zitten we erin. En dan duurt het toch al heel veel voor editing, leren, optimaliseren. 6 tot 8 weken. Precies, want je dus de eerste periode is echt gewoon je mensen gewoon helemaal leren, trainen. Ja, echt gewoon helemaal... mijn mindset geven, mijn dingen geven. Echt precies. Gewoon 8 uur per dag zeggen van je moet dit doen en je moet hierin knippen. Ga je dat en zelf je moet het sneller. Ga je dat iemand laten? Ik vlieg mijn manager van Rusland over om dat ook grotendeels te doen. Okay. Dus het is een gedeelte van haar en mij. En dan ook nog de centrale manager om natuurlijk of de manager vanuit hier... om die alles aan te leren, zodat zij vervolgens iedereen kan controleren. Dat is de manager van hier, toch? Ja, dat is de manager van hier. Mm. Die betaal ik gewoon heel goed. Dus die komt lekker voor mij werken. Daar heb ik lekker overzicht. En die snapt natuurlijk alles weer van camera's, equipment en dat soort dingen. Dus die is vooral ook voor de studio. Maar zij moet alles leren en daar ben ik nu al mee bezig. Mm. Dus zij leert dan vervolgens alles. En zo kunnen we het opbouwen met minimale kosten. Oké. Okay. Nice. Ik ben heel benieuwd waar jij staat over 3 maanden met het zeker kantoor. Weten. Dat denk ik ook. Ben ik ook echt heel benieuwd naar. Ik heb geen idee wat ik moet verwachten. Nee. Ik hoop zoiets als dit. Het is een hele mooie studio waar we zitten. Ja. Zeker. Oké, okay, cool. Waar ik nog nieuwsgierig naar ben, en gewoon vooral een stukje advies, is... Ik heb 2 jonge kinderen, wel allebei 2 jonge kinderen. Ja. Zou je dan adviseren om hier te settelen als ondernemer? Oh, dat is leuk. Ja, ligt eraan. Kijk, als dit het leven is wat je lekker vindt... om je kind gewoon lekker 's ochtends op een scooter naar school te brengen... en je gaat vervolgens lekker in je eigen woning zitten... en je hebt een onderneming en je kan er van rondkomen... Mm. En dat is het beste leven wat hij kan hebben. Die groeien op met zoveel vrijheid... en zonder westerse propaganda, wat heel fijn is. Mm-hmm. Ja, dat is heerlijk voor hun. Iedereen die ik spreek, bijvoorbeeld Nadia, de eigenaar van Kopenhagen Restaurant. Die wil gewoon een klein jongetje. Is dat een Nederlandse vrouw? Of? Nee, uit Kopenhagen, uit Denemarken. Okay, ja. Vandaar dat Kopenhagen heet. Heel grappig. Maar ze hebben gewoon een zoontje. Een beetje getinte jongen, lekker blonde haren. En die is gewoon 3, 4 jaar. Die gaat dan gewoon met de vader 's ochtends soms gewoon surfen. En dan om 11 uur naar school toe. En dan leert hij gewoon heel veel. En gewoon heel goed. Ja, dat is... ideaal en zeggen ze perfecte levens. Zitten in welke school staat dan? Want ik zag toevallig een Montessori school langs deden. Ja, de Montessori school is eentje en je hebt ook de Green Bamboo School. Iets in die richting is de 3de beste school in de wereld. Ja, de Bali Green School, ja. De Bali Green School, ja. Bekend, ja. Klopt. Ja, is 40.000 per jaar of zo in euro's. 40.000 euro per jaar kost dat? Ja, die is echt duur. Ja, klopt. Ah, dat wist ik niet. Maar het schijnt wel een van de beste scholen te zijn. Er wordt gerund door 2 meiden of zo, geloof ik. Ja, wordt gerund door 2 meiden en het is de 3de hoogste school bij aanraden van het hof. Dus als je zeg maar daar bent geweest en je wilt bijvoorbeeld naar Harvard toe, dan ben je er. Oh ja? Ja, dat is zeg maar hoe goed die school is. Ja, want dat is een basisschool en een middelbare school. Ja, het is 12 jaar of 16 jaar school. Maar kost die 40.000 per maand? Per jaar. Sorry, per jaar. Ik kan zeggen per maand. Ja. Oh, dan begin ik mijn eigen school. Maar dat is wel heel veel geld. Ja, dat is heel veel geld. Dat is heel veel geld, maar ja. Zeker ook, als je maar je hebt ook gewoon normale scholen en goedkopere scholen, hoor. Dus, ja, oké. Okay. Maar het is meteen vanaf jongs af aan dat je dat betalen?
Volgens mij wel. Ja. Ja, je zou even goed moeten kijken. Ik durf dat niet te zeggen met zekerheid. Nee. Ik ben er een keer geweest tijdens de pandemie. Ja. Toen was het van iemand die we kenden vanuit mijn moederskant. Omdat we toen dus wouden beginnen met hulp uitbesteden. Die had dus een vriendin die een outsourcingbedrijf had in de Filipijnen. Hm. En die zat dus daar, in dat wijkje daar in de buurt, met die school. Dus wij hebben heel die school bezocht, rondgelopen, gekeken. Nice. Zag fantastisch uit, dat wel. Maar ik weet wel, volgens mij voor de middelbare school, volgens mij betaalden hun 44.000 of 34.000 per jaar of zo. Okay. Dat is echt bizar. Maar goed, ja, als het zo'n goede opleiding is. Okay. En dus jij, je advies zou zijn ja? Ja, mijn advies zou zijn ja. Ik zie het mezelf ook wel doen, zeg maar. Ja? Ja. Ik zou hier niet snel weggaan. Ik probeer ook een second home visum te krijgen hier nu. Dat is mijn volgende plan om aan te werken, zodat ik je 10 jaar belastingvrij mag blijven. Okay. En ja, daar zijn ze mee bezig. Tof. Dat is nog niet helemaal rond, toch? Of zo? Ja, het is niet helemaal rond, maar de portal is nu wel open. Daar hebben we naar gekeken, dus we gaan binnenkort gewoon applyen. Of er iets mee gebeurt, dat weet ik niet. Mm-hmm. Maar als ik ineens 7 dagen later een berichtje krijg, you have been approved, dan denk ik, oh, nou, dat is wel even heel mooi. Mm. Dan hoef ik alleen maar naar het buitenland terug erin en dan heb ik mijn visum. Ja. Want hoe zit het nu met je? Wat voor visum heb jij nu dan? Want wij hebben eentje van 30 dagen. Ja, ik heb een B211A visum. Wat betekent dat ik hier voor 6 maanden kan zitten. Iedere 2 maanden moet ik hem extenden. Jullie mogen maximaal 60 dagen zitten. 30 dagen plus 30 dagen extensie. Ja. En mijn is 60 dagen plus 60 dagen plus 60 dagen. Aha. Okay. Dus. En dan moet je het land even in uit of zo? Dan moet ik het land eruit. En zo'n visum aanvraag duurt wel 7 dagen. Dus moet je wel even een week weg. Kan je eventueel terug. Maar als ik hier langer zit dan 183 dagen... dan moet ik hier inkomstenbelasting opgeven momenteel. Aha. En dat doe ik dus niet. Aha. Logisch. Okay. Dan ben ik in het buitenland. En wat zijn dan, je zei het over dat over, wat zijn volgens jou dan de beste dingen hier aan het wonen in Bali? Beste dingen? Eten. Ik hou van het eten hier. Misschien niet heel goed, ik moet wat afvallen. Maar nee, het eten hier is verrukkelijk overal. Mm. Dus dat vind ik heel top aan Bali. Voor de rest, de mensen zijn allemaal heel vrolijk. Iedereen is altijd in hun beste moed. Want de zon schijnt eigenlijk altijd. Ja. Iedereen heeft er gewoon lekker zin in. Je bent lekker bezig. Voor de rest, wat nog meer heel leuk is, de activiteiten die je kan doen. Je kan gaan snorkelen, je kan een hele tour doen. Je kan een uur vliegen en je gaat naar Komodo toe. Heb je een pink beach, heb je daar zitten. Het is prachtig. Mm. Een 3 uur bootrit zit je bij Lombok, is ook prachtig. Nusa Penida is een uur met de boot. Dus echt heel veel mooie plekken in de buurt zitten. Dus zelfs ik heb nog niet alles gezien en ik zit hier al 16 maanden. Ja. Dus het is wel top. Ja, daarom dat ik zei, van mijn einddoel uiteindelijk is ook van, luister, of ik wil een hele grote exit maken en gewoon een cafeetje beginnen. Maar anders lijkt me heel leuk om gewoon een hele mooie grote ruimte te maken met 3 verdiepingen. Wat gewoon de bodemvloer zou gewoon zijn. Coworking met koffie, een tentje met lekkere croissants en dat soort dingetjes. 2e verdieping editing, 3e verdieping. Echt content creation, maar dan gewoon fucking groot. Gewoon 10R of zo. Dat het gewoon, zeg maar, 150 mensen boven kunnen werken en het zou geen probleem moeten zijn. Ja, precies. En wat is de mindere kant van Bali? Mindere kant van Bali, de uitlaten. Verschrikkelijk. De wat? De uitlaten van alle scooters. Uitlaat gassen, zeg maar. Als je je mondsker open doet, dat wil je niet hebben, hoor. Nee. Daardoor heb ik ook een amandeloperatie moeten doen, omdat mijn amandel op een gegeven moment gewoon te zwaar waren. Okay. Dus dat is een nadeel. De zorg hier is niet het beste. Voor kleine dingen wel. Als je een bot breekt of wat dan ook, dan red je het nog wel. Voor grote dingen moet je naar Singapore vliegen. Ja. Dus dat is wel stom. Zijn ze mee bezig, dus dat zal in 2 jaar af zijn. Ze zijn bezig met een Australisch ziekenhuis dat door Australië gerund wordt. Wat dus ook Australische prijzen betekent, maar wel gewoon goede fucking zorg. Ja, 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 ja. Dus daar kan je gewoon een hartchirurgoperatie gewoon doen met een gerust hart. Ja, ja. Dat wil je nu niet hebben. Nee. Dus daar kan je net goed zeg maar, gedacht zeggen tegen je leven. Ja. Dus dat wel. Wat is nog meer een groot nadeel aan Bali? De drukte momenteel. Aan de ene kant mis ik de pandemie. Het was al heel lekker rustig op een gegeven moment. Ja, ik vond het drukker dan verwacht. Maar dat is ook omdat wij wel voor mij nu het drukste gedeelte zijn geweest. We zitten echt in drukke plekjes nu, hoor. Ja. Klopt. Ja. Wat je wel ziet met die villa's, dat zei ik net ook al tegen je vanmiddag, van het is allemaal super druk en dan heb je een zijstraatje en dan heb je iedereen zijn eigen oase gecreëerd. En dan is echt... En dan heb je hier rust. En dat is het lekker aan zo'n villa. Het is overal druk. En dan thuis is het echt gewoon rust. Ja. En dat is heel fijn. Okay, ja, sowieso vinden wij het zelf ook heel interessant om eventueel iets in Bali te kopen, want die rendementen zijn gewoon echt insane. Ja. Gewoon binnen 5 tot 6 jaar heb je die woning afbetaald. En kan je het nog 20 jaar, is het gewoon 20 jaar eigenlijk gewoon... Pure cashflow. Dus dat is super interessant. Plus extensie die je waarschijnlijk kan doen. Ja, dus het is waarschijnlijk gewoon voor een hele lange periode kan je het bezitten. Mm-hmm. Stel, mensen kijken nu en willen bijvoorbeeld informatie over het investeren in Bali. Ja. Kunnen ze jou
Kan jij erbij helpen of zeg je nee, alsjeblieft niet, laat me met rust? Ik kan gerust een gedeeltelijk stukje mee helpen. Ik vind het niet erg om mensen kleine dingetjes te regelen. Maar wil je echt dat ik bijvoorbeeld een woning ga bezoeken omdat je daar misschien geïnteresseerd in bent, dan moet er wel echt een contract in plek zijn dat het ook echt serieus is en dat het ook echt een aankoop is. Want ik ga niet zomaar alle mijn woningen voor mensen bezoeken. Precies. Dat wil ik wel mededelen. En anders zijn er hele goede agents waarvan ik de links van jullie kan sturen. Ja. Die jullie eronder neer kunnen zetten. Die zullen we even in. Misschien is het sowieso goed voor de mensen om jou gewoon te volgen op Instagram of YouTube. Ja. Want daar deel je ook veel. Heel veel tips. Tips over investeren sowieso op Bali. Dus dat is voor de mensen een hele goede. En als mensen nou, want kijk, we hebben het niet heel veel gehad over YouTube Automation, maar vooral in het begin. Ja. Want dat heeft ervoor gezorgd dat jij deze cashflow en dat je al die woning hier kan kopen. Want het is eigenlijk een beetje een digitale asset, ook digitaal vastgoed. Ja. Als mensen nou daarin geïnteresseerd zijn, hoe ze dat zelf kunnen neerzetten? Ja, dan kunnen ze mij een berichtje sturen op Instagram, een DM sturen. En dan probeer ik altijd zo snel mogelijk te reageren. Ik doe nog heel veel persoonlijk. Dat wil ik altijd heel netjes zeggen. Mm-hmm. Dus het kan soms zijn dat het een antwoord wat langer duurt, omdat ik gewoon heel veel berichten krijg. Maar ik probeer altijd wel persoonlijk antwoord te geven waarin ik daar tot in staat ben, om het zo maar te zeggen. Dus even volgen, berichtje sturen. Ja, even gewoon een bericht sturen en ze gewoon even zeggen wat je vindt van de podcast. Weet ook gelijk waarvan je komt, dan kan ik je gelijk even gewoon goed welkom heten. In plaats van dat het is hi, want daar heb ik niks aan, dat geeft me geen context. Hi. Ja, nee, dat heb ik echt, dat sturen mensen hi. En dan heb ik zoiets van, ja, daar kan ik helemaal niks mee. Stuur me de context, wat vind je van de podcast of wat wil je weten, waar heb je vragen over? Als je geen context hebt, dan heb ik er niks aan. Nee, dus ik denk ook voor mensen die kijken, ik denk als, want we hebben natuurlijk wel veel van jouw cash cow automations en van jouw kanalen gezien. Ja. Ik denk oprecht wel dat jij, als we het hebben over Nederland, een van de grootste bent en ook degene die vooral nog steeds day-to-day bezig is met jouw business. Ja, er zijn veel gasten die iets verkopen qua coaching en dat al jaren niet meer doen. Ja. Dus daar hebben we hele goede aan als mensen daar geïnteresseerd zijn om jou even een DM te sturen. Want jij bent echt wel degene die op het hoogste niveau zit. Ja, en dus doe dat vooral. We willen ook gewoon constant vernieuwen. Dus wij vernieuwen ook het programma constant in deze studio toevallig. Dus ik maak telkens betere en nieuwe content. Bijvoorbeeld heel de AI-revolutie die komt. Mm-hmm. Met dat alles veel makkelijker wordt en goedkoper wordt. Zijn we gewoon een van de eerste die erop inspringen. Ja. En dan gaan we het gewoon opbouwen en dan leggen we het uit. En dan gaan we nieuwe video's maken. Dus wij zijn gewoon overal constant up-to-date. En dat vind ik gewoon het leukste wat er is. Ja, en dan kan ik gewoon goede support leveren en ik kan gewoon goede kwaliteit leveren. Nou, je blijft gewoon up-to-date met wat er gewoon actueel is, zeg maar. Precies. Dus dat soms veranderen dingen. Toen shorts helemaal nieuw was, kon je alles monetizen met short. Ja. Hebben mensen heel veel op verdiend. Nu zou ik zeggen, doe geen shorts. Nee. In ieder geval niet voor YouTube, voor je cash cow kanaal, omdat het gewoon niet werkt. Nee, en zo veranderen dingen soms gewoon helemaal. Okay. Maar wel heel interessant. En daar ben ik dus van op de hoogte. En die mededelingen, die geef ik altijd. Dus je bent eigenlijk altijd wel op de nieuws van alles. Of er zit maximaal een week delay in, zeg maar. Mm-hmm. Wat nog steeds heel snel is. Dus dat is fucking snel. Ja. Oké, cool. Ja, ik wil je sowieso bedanken voor je tijd. Zeker, ik wil je bedanken voor je gastvrijheid deze week. Zeker, want we zijn net begonnen. Absoluut. Dus ook voor de mensen die kijken. We gaan deze hele week gaan we content van jou schieten. Dus volg Wanner vooral op YouTube, TikTok, Instagram. En Facebook. En er komen er allemaal tips over Bali, ondernemen, day in the life. Ja, dus doe het vooral. En ik wil je gewoon bedanken. Ja. Zeker. Ja, bedankt voor de mensen voor het kijken. En ook leuk dat ik op bij de podcast mag komen. Zeker weten. Vind ik superleuk. Zeker weten. Oké, nou jongens, bedankt voor het kijken. Abonneer hier op het kanaal. Laat weten wat je nog meer van Wanner wilt weten. Dan kunnen we daar wellicht nog een tweede podcast aan wijden. Misschien weer als ik in Nederland ben. Ja, top, doen we. Ja, oké. Zeker. Dankjewel. Dankjewel.